De wereldkampioenschappen schaatsen in Oslo brachten de 28.000 toeschouwers een heleboel koude, maar de 5.000 Nederlanders onder hen ook veel vreugde. Het begon al op de eerste dag toen Art Schenk met een schitterende 500 meter het uitzicht opende op de wereldtitel. Hij trof in de Duitse sprinter Keller een inspirerende tegenstander bij wie hij zeer dicht in de buurt bleef. Toen Schenk halverwege de race de binnenbaan kreeg, wist hij steeds dichter naar Keller toe te schuiven. Het verschil op de streep was maar 400ste seconde. Dat leverde Schenk op deze afstand de derde plaats op. Voor velen aanleiding om de flessen alvast te ontkurken. Kees Verkerk moest van zijn 500 meter een solo maken, omdat de Italiaan Tognoli een eenvoudige vrije tijdschaatser is, die bovendien nog viel ook. Kees raasde over het traject, wetend dat hij omhoog te eindigen in het toernooi een snelle tijd op de sprint zou moeten maken. Het werd ruim 41,5 seconden, waarmee hij tiende werd op deze afstand. De Nederlandse kolonie zag Jan Bols vooral op de lange afstanden uitstekend rijden. De Canadees Hodges liet hij op de 5 kilometer al gauw achter zich. Goed gecoacht door Leen Frommer reed Bols een magistrale race, waarin hij zich als de beste klasseerde. Al vrij spoedig keek hij de Canadees in de rug. En gezien zijn snelheid verbaasde het niemand dat hij Hodges nog voor het einde passeerde. Hij won de 5 kilometer in 7 minuten en 28 zestiende seconden. Er waren toeschouwers die sterk gestimuleerd werden door de overwinning van Bols. Net als in Innsbruck stonden weer drie Nederlanders voor de 5 kilometer op het erepodium. De volgende dag viel de beslissing toen Art Schenk op de 1500 meter afrekende met zijn rivaal Magne Thomassen. In dit rechtstreekse duel zette hij, prachtig rijdend, de Noor op een achterstand van 1/17 seconde, waardoor hij in het totaalklassement een vrijwel onaantastbare voorsprong kreeg. Schenk, die later op de 10.000 meter nog vierde werd, had zich eindelijk uit de schaduw van Verkerk gereden. Als bekroning van het seizoen behaalde hij na de Nederlandse en de Europese titel nu ook de wereldtitel op de schaats. Verkerk werd derde, Bols vierde. Voor de oranje ploeg was er alle reden om gul met tulpen te zijn in dat Bisletstadion dat door de enthousiaste Nederlandse kolonie spontaan geannexeerd werd. Naast de grauwe leegte van het Olympisch Stadion van Amsterdam een fale tent, het omhulsel van een daverende show van bonte bloemenkinderen. De tent is uit Engeland overgekomen, evenals het merendeel van de spelers. Het publiek, er gaan 1340 mensen in de holle ruimte, zal een Engelse versie te zien krijgen, aangevuld met enkele Nederlandse teksten. Zo zal het verhaal moeten worden overgebracht van de hippiewereld, met zijn eigen kleding, zijn eigen moraal en zijn verwachting van een leven vol liefde. Met het slotnummer worden de bezoekers uitgenodigd op te gaan in de zingende en dansende scharen op het podium. De Dam in Amsterdam is in deze maanden meer dan ooit het centrum van de hoofdstad. Maar de duiven en de poppenkast hebben het als toeristische trekpleister moeten afleggen tegen de jongste attractie voor binnen- en buitenlanders. De Damzitters rond het Nationale Monument.
Honderden jongelui bevolken bij mooi weer de trappen. Ze komen uit alle hoeken van de wereld, want Amsterdam is een must geworden voor deze rondtrekkende cosmopolieten. Ze vinden hier de vrijheid om te liggen, te zitten, te praten of muziek te maken, naar verkiezing alleen of met elkaar. Het fotograferen van dit vredig samenzijn wordt de toerist soms moeilijk gemaakt. Want de jongelui voelen zich daardoor in hun vrijheid geremd. Ze vinden zichzelf geen bezienswaardigheid. Het verkopen van eigen gemaakte sieraden levert soms een paar dagen voedsel op. Bij het monument is voor iedereen een plaatsje onder de zon. Amsterdam is zeer vriendelijk voor de hippies uit de hele wereld, die van het Nationale Monument een soort internationaal vrijheidssymbool hebben gemaakt. Dit is de Amerikaanse gouden plaat voor 1 miljoen in de Verenigde Staten verkochte exemplaren van Venus. Het nummer waarmee de Haagse beatgroep Shocking Blue de top van de Amerikaanse hitparade heeft bereikt. Het gemeentebestuur honoreerde deze onverwachte reclame voor Den Haag met de zilveren erepenning voor componist-gitarist Robbie van Leeuwen, basgitarist Klaasje van der Wal, drummer Cor van Beek en zangeres Mariska Veres. Ja, nu genoeg gepraat. En daar komt het al, het grote nummer, het nummer waarop we allemaal wachten. Venus, gespeeld door Shocking Blue. Hoeveel mensen wonen er in Nederland? Daar ben ik echt niet meer op de hoogte. Ik hou dat niet bij. 11 miljoen geloof ik, zoiets, hè? Oh, gewoon wat ik niet, hoor. 12 miljoen? Geen idee, hoor. Nee, ik let er nooit weer op. Het zal wel heel veel zijn. 13 miljoen? Inderdaad, omstreeks deze tijd wonen er 13 miljoen mensen in Nederland. Dat is allemaal nauwkeurig uitgerekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek, waar men de groei van onze bevolking eenmaal per maand met behulp van computers exact vaststelt. Wat hier alleen maar cijfers zijn, staat in de bevolkingsregisters van de 900 gemeenten van ons land op kaarten in kaartenbakken. Netjes geordend van A tot Z. De meesten van die 13 miljoen blijven anoniem. Enkelen echter treden door persoonlijkheid of prestatie uit die anonimiteit naar voren. Vaak ten plezier van de naamloze massa. 13 miljoen Nederlanders moeten wonen. En dat doen we met 385 mensen op 1 vierkante kilometer. De pogingen om voor iedereen een woning neer te zetten zijn niet helemaal gelukt. Er zijn er onder die 13 miljoen, vooral in de grote steden, voor wie het woningprobleem nog steeds acuut is. 13 miljoen monden moeten gevoed worden. En dat betekent dat er blijvend werkgelegenheid moet zijn. Met z'n 13 miljoenen willen we ons buiten onze werktijd ontspannen. Maar vaak is er voor ieder maar een paar centimeter ruimte beschikbaar. Door naturalisatie van immigranten, maar vooral door gemiddeld 678 geboorten per dag, zijn er in de afgelopen 6,5 jaar 1 miljoen Nederlanders bijgekomen.
Wie precies de 13 miljoenste inwoner is, kan niet worden vastgesteld. Maar dat er 13 miljoen in Nederland zijn, staat vast. 13 miljoen, nou 13 miljoen dan. Hij zal hem zijn zin geven, maar ze wonen er niet hoor. Die maakt mij de kachel aan. Misschien zou La Mer van Debussy een passende illustratie hebben kunnen zijn bij de beelden van dit schip op volle zee. Ware het niet dat het zeker een anachronisme zou zijn geweest. Want zoiets kan je natuurlijk niet doen als er 17 gouden platen worden uitgereikt voor de meest verkochte populaire muziek van dit ogenblik. Zoals het door Anja briljant vertolkte lied. De laatste dans, die moet je mee nog schenken. De laatste dans. Een groot deel van de Nederlandse platenwereld was voor deze trip op het IJsselmeer uitgenodigd en kon zich hier nog eens afvragen hoe het mogelijk is geweest dat er van de laatste dans van dit Bredase zangeresje meer dan 100.000 singeltjes verkocht zijn. Daarom bewaar de laatste dans voor mij. Oscar Harris is een jongen die tegen de achtergrond van een Surinaams-Amsterdamse groep met de goed Nederlandse naam de Twinkle Stars reeds meer dan 100.000 maal zijn Try a Little Love over de toonbank zag gaan. Try a little love. Try a little love. En behalve voor de kleine Wilma die met 100.000 platen al 8 miljoen rode rozen in omloop bracht, was er ook nog goud voor Corrie en de Rekels. Alles wat ik had, gaf ik aan jou alleen. En rekel maar dat Corrie en haar groep in de toekomst nog veel meer edelmetaal zullen binnenhalen. Want voor dit soort huilen is het nooit te laat. Nooit kom ik nog terug bij jou zoals wel eens. Hand in hand, kameraden, ging de Nederlandse regering in 1970 met lijfsgevaar de gevaren te lijf die het aanzien van ons land van binnenuit bedreigden. In de Wassenaarse oerwouden hadden vertegenwoordigers van de Republiek der Zuid-Molukken de ambtswoning van de Indonesische ambassadeur bezet. Ze lagen gereed om de ontvangst van president Suharto van onze regering over te nemen. Er was heel wat diplomatiek overleg nodig om ze tot andere gedachten te brengen. Maar tenslotte lieten ze zich als gasten van de Nederlandse regering wegvoeren om berecht te worden voor het feit dat ze Nederland door te veel eeuwen trouw waren gebleven. Met het diplomatieke succes van deze derde politiële actie had de regering duidelijk getoond in staat te zijn de rust en orde in eigen huis te handhaven. En de lucht was nu voldoende opgeklaard om de Indonesische president op onopvallende wijze te laten landen. De hartelijke betrekkingen waren voorbereid toen prins Bernhard in Jakarta, onder het alziend oog van Philips, president Suharto als herinnering aan Tempo Dulu een antieke stoeltjesklok aanbood. Door het aanbieden van een kris ging de president op zijn beurt over tot een bescheiden wapenleverantie aan Nederland. Wat er nog aan agressiviteit over mocht zijn, werd afgereageerd volgens het beproefde recept van Nasi Rames. Utrecht had al zo lang met een jaarbeurscomplex rondgelopen dat het dringend aan een nieuw toe was. Het nieuwe complex is voor 8 miljoen Nederlanders met de trein binnen een uur te bereiken, zonder dat ze iets van Utrecht hoeven te zien. Want ze kunnen door een overdekte tunnel rechtstreeks naar binnen. De hemel verhoede dat ze het alle 8 miljoen tegelijk doen. Of alle 13 miljoen, want met zoveel zijn we al. 13 miljoen, nou 13 miljoen dan. Hij zal hem zijn zin geven, maar ze wonen er niet hoor. Die maken met mij de kachel aan. Het leek erop alsof de legerleiding de kachel aanmaakte met zijn eigen oefenterreinen op de Veluwe. Gelukkig reden er nog hulptroepen in voertuigen met ongesuikerde benzine rond. En waren er nog burgers bereid de handen uit de aangebrande mouwen te steken. Het resultaat was 60 hectare voorlopig onbrandbaar bos. En 6 huizen achterstand op het regeringsschema, dat alleen in dit tempo een einde zou kunnen maken aan de woningnood. Maar geen woning, geen nood. Er werd gekraakt dat het kraakte. De politie die op het Rotanschild haar betrouwen had gesteld, leverde bijzondere prestaties in het afweren van rookbommen en ander ongerief. Later zou ze betere lonen eisen of betere rook. Dit gebeurde op de laatste viering van onze bevrijdingsdag. En we zijn nu helemaal bevrijd, zelfs van de damslagers. De vrijheid van een volk wordt altijd weerspiegeld in zijn kunst. En zeg niet dat de kunst het volk onverschillig laat.
Ook in het eenvoudige genre zijn er meisjes met een vogel in hun keel en een gouden plaat aan hun gehemelte. Zoals de zangeres die op het Veluwe meer de hoge kosten van het Deltaplan bezingt. Alles wat ik had, gaf ik aan jou. We konden het maar niet laten om met de meest onsportieve middelen de zee te lijf te gaan. Ditmaal moest het haringvliet het ontgelden, dat met 2,5 tons blokken op zijn wenken werd bediend. Gebruikt u 1 of 2 klontjes in uw zee. Hoe mooi de lijn ook strak getrokken wordt tegen gevaren die ons land van buitenaf bedreigen. Binnen kwam de lijn nog strakker te staan bij het touwtrekken om de lonen. Het touw en de werkgevers gaven weinig krimp. Maar de werknemers trokken dat ze er hier en daar plat van gingen. De loonspiraal bleef doordraaien. En al werd er op de aanmaak van 400 gulden meer of minder niet gekeken, de enige onaangevochten arbeidsovereenkomst was de salarisregeling van het Koninklijk Huis. In dit luchtvervuilingsjaar werd de lucht zo schoon mogelijk vervuild. Voor de watervervuiling werd een oplossing op internationaal niveau bedacht, de smeerpijp. Het prutpistool gericht op de zeeboezem van vrouw Germania. Zij heeft tenslotte de oorlog verloren. Nu is het onze beurt. Maar wie goed luistert, verneemt ook andere geluiden. In Drenthe staat nu 's werelds grootste oor te luisteren naar signalen uit de diepste diepten van het heelal. Mochten er in een of andere loonspiraalnevel met ons vergelijkbare wezens wonen, dan kunnen ze geen positiever klanken voortbrengen dan het Nederlandse volk in 1970 heeft voortgebracht bij zijn sportsuccessen. Wereldkampioen Art. Wereldkampioen Atje. Wereldkampioenenfabrikant Happel. Happel. 1970 was een jaar waarin niet elke agent op de schouders werd gehesen en waarin niet elk schot een doelpunt was. Maar in deze massale vreugde eindigt het als een jaar dat klinkt als een cup. Ajax moet ook blijven. In ongeveer 2 jaar tijds is in Amstelveen het nieuwe hoofdkantoor van de KLM verrezen. En de verhuizing van Schiphol hierheen is momenteel in zijn laatste fase. De luchtvaart van morgen zal meer nog dan nu reeds het geval is beheerst worden door computers. De KLM heeft in Amstelveen sedert enige tijd al een computercentrum in gebruik, waarin alle vliegtuigbewegingen over de hele wereld, al het vracht- en passagiersvervoer en tal van andere zaken van minuut tot minuut in de geheugens van computers worden gebracht. Elektronische registratie en verwerking van het passagiers- en vrachtaanbod zijn mede geactiveerd doordat de vliegtuigen steeds groter worden. Vooral de komst van de jumbojets, die tot 353 luchtreizigers in 1 keer de oceaan overtillen, heeft de noodzaak van computerverwerking van alle gegevens nog eens extra benadrukt. Wil de luchtvaartmaatschappij zo economisch mogelijk kunnen vliegen, dan moet ze als het ware in 1 oogopslag kunnen zien of er aan boord van haar toestellen nog plaats vrij is. Goedemiddag, u spreekt met KLM, reservering hier voor Rietveld. Goedemiddag, juffrouw, u spreekt met een Hollander. Kunt u mij ook zeggen of ik op 14 april nog naar New York kan? U wil naar New York, 14 april. Ga ik eens even voor u kijken wat we hebben dan. Het indrukken van maar een paar toetsen verschaft direct de gewenste informatie. Ja, dan hebben we om 1:15 de Boeing 747 naar New York. En om 5:00 hebben we een DC-8 naar New York, meneer. De gekozen vlucht wordt nu geboekt en samen met alle gegevens van de cliënt in de computer gevoerd. Klas, geweldig. Goed, meneer de Hollander, daar staat u nu gereserveerd. Mag ik even uw initialen noteren? Zo kunnen niet alleen particulieren, maar ook reisbureaus voor individuele of charterreizen telefonisch plaatsen reserveren. In elk KLM-kantoor ter wereld dat op het computernet is aangesloten, kunnen de gegevens direct worden opgevraagd, zodat daar bijvoorbeeld ook de tickets kunnen worden uitgeschreven. In alle kantoren staat daarvoor een identieke apparatuur opgesteld die rechtstreeks in te prikken is op het computercentrum in Amstelveen. Of dat nu het kantoor is op de hoek van het Leidseplein in Amsterdam of in het centrum van New York op Fifth Avenue.
Daar kan men bijvoorbeeld alweer met enkele vingerbewegingen de passagierslijst opvragen van de KLM-vlucht 641 van 14 april. En binnen enkele seconden verschijnt deze dan compleet op het scherm. Met de heer Den Hollander, die nu uit de anonimiteit van de computer als KLM-passagier tevoorschijn komt. De computer die reizen naar de maan heeft mogelijk gemaakt, zal ook in de luchtvaart een steeds belangrijker plaats innemen. Met vooruitziende blik heeft onze nationale luchtvaartmaatschappij zich van zijn diensten weten te verzekeren. De Vierdaagse van Nijmegen. Een kwestie van trainen en schoeisel, meneer. Als je je ogen de kost geeft, maar de meesten die lopen maar raak. Zie je knieën. En mijn man doet voor de eerste keer. 1 kilometer is maar kort, vermeld maar van je hand. Ik heb daar al aan mijn nieuw en het ligt gewoon lekker hier. Ja, het is een ziekte hoor, jongen. Nee. En het is nou een zicht, hè. Pak mijn tas, kom. Als er zoveel mensen meedoen, dan loop je niet gauw alleen, hoor. Ja, een stoelenfabriek uit Eibergen heeft ter gelegenheid van zijn 40-jarig bestaan ongeveer 1000 stoelen in een park neergezet en de bevolking uitgenodigd erop plaats te nemen. Even later begon de grootste stoelendans die de wereld ooit te zien kreeg. In 5 verschillende leeftijdsgroepen, waaronder 1 voor 65-plussers, werd fel gestreden omdat er aardige prijzen te verdienen waren. Bij de seniors kende men geen scrupules. Na 35 minuten, waarin maar 3 stoelen door de poten gingen, bliezen de boertjes van Buten hun muziek nog slechts voor 1 dame en 1 heer, die met een vakantiereis in het vooruitzicht elkaar niets toegaven. De 66-jarige winnaar Lochtmeijer werd meteen opgeheven uit de anonimiteit. Het was een deze dagen in Amsterdam voor de gewone man wat moeilijk om over de magere brug te komen. Niet omdat er een lijk uit Amsterdam werd opgehaald, maar omdat het geen echt lijk was, edoch een jong Engels acteur die in de rol van een belaagde oude dame enige malen het water in moest. Dit alles ten gerieve van de cameraploeg die filmopname maakte in de hoofdstad voor de nieuwste James Bond, Diamonds Are Forever. De moordenaars hadden echter geen rekening gehouden met de Amsterdamse rondvaartboten, zodat toeristen van hun snodedaad getuigen waren. Totdat de regisseur tevreden was, zou en moest die boot dus steeds opnieuw voorbijvaren. Sean Connery was door regisseur Guy Hamilton weer aangetrokken om de superheld uit te beelden. Want deze acteur blijkt ondanks het feit dat hij zichtbaar een dagje ouder is geworden, toch de enige die in staat is indruk te maken op het publiek. Ach Sean, zou je in dat sportkarretje even een stukje willen rijden? Nou, dat wilde Sean dan wel, want hij is best een aardige kerel. Maar dan wel kalm aan. Ten slotte was hij ook al naar Afrika geweest en naar Frankfurt en dat allemaal voor een paar minuten film.
Regisseur Hamilton zag het allemaal niet zo somber, want hij gelooft dat als straks de film klaar is, net als vroeger, een miljoenenpubliek de bioscoopkassa zal bestormen om hun idool, de onoverwinnelijke geheimagent 007, alias James Bond, in actie te zien in Diamonds Are Forever. Hier zijn we dan in 1971, waar het de taak van de koningin is de regeringsverklaring voor te lezen en het voorrecht van dit jaaroverzicht om die met passende beelden te illustreren. Wij citeren. Voor de politieke ontspanning in de wereld acht de regering het onmisbaar dat de Chinese Volksrepubliek gaat deelnemen aan het overleg in de Verenigde Naties. Onze economie heeft de laatste jaren een sterke expansie vertoond. Deze gaat ook dit jaar gepaard met een aanzienlijke overbesteding en een krachtige stijging van lonen en prijzen. Op een aantal terreinen zal het beleid worden gewijzigd om de stijging van uitgaven te beperken en de inkomsten te vergroten. Daartoe stelt de regering voor een verhoging van de benzineaccijns, de omzetbelasting op elektriciteit en de assurantiebelasting, alsmede de invoering van een accijns op frisdranken. De hoge prioriteit die de regering geeft aan de volkshuisvesting blijkt uit haar streven volgend jaar 132.000 woningen in aanbouw te doen nemen. Een regeling ter verbetering van verouderde woonbuurten is binnenkort te verwachten. De regering is van mening dat een hogere financiële bijdrage mag worden gevraagd van degenen die profijt hebben van het volgen van wetenschappelijk onderwijs. Vandaar het protest met leuzen die straks niemand meer kan lezen. Niet alles wat in 1971 gebeurde lokte protesten uit. Door toedoen van Art Schenk werd de Nederlandse maagd in dit jaar beschonken met niet minder dan 2 caps, waarvan de tweede op rekening kwam van Ajax. Ook bij andere erediensten dan voetbal deden zich in 71 tekenen van verdraagzaamheid voor. Zoals bij de bisschopswijding van Monseigneur Simonis. Toenemende waardering viel ook te constateren voor de buitenlandse gastarbeiders, die eigenlijk alleen maar hierin van hun Nederlandse collega's verschilden dat ze bereid waren te werken aan het onderste einde van de loonspiraal. Zelfs Bulgaarse gastarbeiders werden van achter het ijzeren gordijn gehaald en te werk gesteld bij het herstel van het milieu. Met een geoefendheid die slechts door onze zwemsters geëvenaard wordt, doken ze in het ondrinkbare water waarin onze eigen kikkers allang gekrepeerd zijn. Met het norwater tot de lippen zijn we de finale van het jaar 1971 ingegaan op muziek van de 201-jarige hippie Ludwig van Beethoven. Het was in vele opzichten een donker jaar, maar er zijn lichtpunten. We branden van verlangen om te zien welke perspectieven 1972 ons zal bieden om ons uit de brand te helpen. In een zeer ontspannen atmosfeer hebben de Nederlandse schaatsenrijdsters zich voorbereid op de strijd om het wereldkampioenschap in Heerenveen. De cracks van de ploeg waren overwegend optimistisch, hoewel niet helemaal zeker van hun zaak. Steenbaas Keizer. Ik heb me lekker kunnen voorbereiden. Ik heb er alles aan gedaan en de rest, nou ja, als het niet gaat, moeten ze me dat maar vergeven. Adje Keulen-Deelstra. Ik denk dat heel veel mensen enorm veel van mij verwachten, maar als ik bij de eerste 6 ben, dan ben ik ook tevreden. Diana Holem. I'm just here to do my best and if my best is first, well, that's fine. Well, I think Adje en Steen are really those my strongest competitors. Het ijs was in perfecte conditie toen de duizenden in de tweede race op de 500 meter Adje Keulen-Deelstra op de binnenbaan zagen starten tegen de wereldkampioene de Russin Nina Statkevich. En
500 meter, als je die een beetje goed rijdt, dan... nou ja, dan... Tenminste, dat is met mij zo. Als ik de 500 meter een beetje goed rijd, dan gaan die andere afstanden meestal ook wel aardig goed. En terwijl haar man nerveus toekeek, reed Atje die 500 meter zeer goed. Atje liet voor eigen publiek Nina Statkevic ruim 3/4 seconde achter zich. Haar tijd van 44/23 seconde was een prachtig uitgangspunt voor de jacht op de titel. Steenbaas Keizer had de pech dat ze in al haar races eigenlijk alleen moest rijden, doordat haar tegenstanders nogal zwak waren. Zo was Sigrid Sundby op de 1500 meter al nergens meer te bekennen toen Steen over de finish ging, in een tijd die haar de zilveren medaille bracht achter Atje Keulen-Deelstra. Op de tweede dag, toen Atje tegen Diana Holum op de 1000 meter startte, luisterden we mee bij tv-reporter Theo Komen. De spanning is dat u ziet, het was iets te traag weg. En Diana Holum die schoot weer als een schicht uit de startblokken, om zo te zeggen. Dit is Atje Keulen-Deelstra op jacht naar Diana Holum en u zult ze straks tegelijk, bijna tegelijk uit de bos zien komen. U ziet het wel. Prachtig zoals ze daar gelijk op de 200 meter lijn afkomen. Vrijwel gelijk, 20-21. Prachtige tussentijd, 20-21. Maar Atje Keulen-Deelstra nu een meter of 2-3 voor. Als ze nu toch eens een seconde zou kunnen pakken. Bij de armen los, oh Atje, wat gaat het dan gauw? Wat gaat het dan gauw? Niet knokken, blijven glijden zoals gisteren. Maar het kan. Het is een vechtpartij geworden. Het is een knokpartij tussen twee dames. Wat is dat heerlijk om te zien. En Atje gaat. Atje pakt er. Oh, Atje blijft op de been. Blijft op de been. En ze blijft op de been. Oh, dat kan een seconde worden. Kan een seconde worden. 1.30.49. 1.30.49 om. En nu gaat het erom. 1.30.49. En ik wil die andere tijd zien. Ja! 1.31.73. Atje Keulen-Deelstra heeft de eerste plaats in het algemeen klassement veroverd, dames en heren. Geweldig, geweldig. Wat een vechtpartij. Wat een knokpartij. En wat was dat mooi. Ha, wat lekker. Doek weg voor vrouw 72. De titel waaronder in Amsterdam een aantal couturiers, modehuizen en juweliers hun ideeën presenteerden voor lente en zomer van dit jaar. Die ideeën lopen uiteen van eendelige katoenen en polyester badpakken die zo'n 50 gulden kosten, tot een ribfluwelen broekpak uit de collectie Pierre Dalby dat met 149 gulden geprijsd is. Broekpakken blijven in, ook voor Max Heijmans. Op wiens zuiver scheerwollen creatie hier een handgemaakte diamanten broche wordt gedragen ter waarde van ruim 13.000 gulden. Zeer oorspronkelijk is dit zilveren manchethorloge dat 550 gulden kost. Ook een sportieve kameljas van Max Heijmans kan, door wie er het geld voor over heeft, worden opgesierd met fraaie juwelen. Heel apart is een driedelig katoenen avondpak met motieven uit Thailand, waarmee iemand voor de somma van zo'n 300 gulden wel kan opvallen. Het blijkt dat de vrouw van 72, ook als ze weinig om het lijf heeft, hip en origineel gekleed kan gaan. Supermarkten zijn grote verleiders. Iedereen neemt er altijd meer mee vandaan dan in zijn bedoeling lag. Maar als, speculerend op de hebzucht, alle remmen 10 minuten los mogen en het huishoudgeld geen rol meer speelt, dan gebeuren er merkwaardige dingen. Vader en moeder blijken beide zeer prijsbewust te zijn. En ook de kinderen nemen het er goed van. Met het verstrijken van de minuten tekent zich de voorkeur duidelijker af. Koffie ligt goed in de markt. Ook de vindingrijkheid neemt met sprongen toe.
Terwijl de familie wacht op het totaalresultaat van de twee kassa's, wordt er over de bestemming van een deel van de buit al druk gediscussieerd. Nee, ik geef die aan oma. Nee, die is van oma beloofd. Nee, die is van oma. 4.541 gulden en 60 cent. En op zijn minst de noodzaak om toch een paar extra provisiekasten te kopen. De echte liefhebbers logeren telkens opnieuw de geruchten dat popfestivals een beetje uit de tijd beginnen te raken. Met 60.000 bewezen ze in het Duitse Germersheim weer eens het tegendeel. 3 dagen en nachten vormden ze één massale commune. De 40 optredende pop- en beatbands werd op vreedzame wijze concurrentie aangedaan door een groep Hare Krishna-discipelen. Degenen die erbij zijn geweest vonden het een mooie happening en zij kunnen erover oordelen. In 1972 hebben we allemaal weer ons beste beentje voorgezet. Wij zijn bereid, ook als progressief minderheidskabinet, dit land te besturen. En wij wekken daartoe, heel duidelijk, wij wekken daartoe de kiezers op. En als het één minder was, als de rechtse groeperingen minder waren, dan waren de linkse groeperingen meerder. Waren de linkse groeperingen minder, dan waren de rechtse groeperingen meerder. Dit zo helder uiteengezette beginsel van machtsevenwicht leidde tot een aangepaste ontvangst van de minister van Buitenlandse Zaken van de Sovjet-Unie. Op zijn beurt deed president Tito Nederlands huppelwater in zijn Slibovic. Het gouden kalf waarom we gedanst hadden mocht verdronken zijn. De put werd mooi schoongehouden. Met de schoonst mogelijke vuile lucht boven het hoofd bleef Nederland geloven in een onbedreigd bestaan dat opnieuw zou leiden naar de weg van ongeremde welvaart. Het verkeer is altijd nog een van onze gevaarlijkste volksziekten, zoals duidelijk werd bij de verkeersramp in de omgeving van Breda. Breda speelt ook een overkoepelende rol tussen de rampen van het heden en het verleden. De vrijlating van de drie van Breda werd in de Tweede Kamer bepleit door minister Van Acht. Die ten koste van zoveel bevochten rechtsstaat eist dat een straf waarmee verder geen redelijk doel meer te bereiken valt, wordt beëindigd. Maar er zijn altijd nog mensen in leven die te veel van de onrechtsstaat hebben meegemaakt om bestand te zijn tegen een rechtsstaat. Uit al deze emoties kwam een motie tevoorschijn die tot gevolg had dat de drie nog even bleven zitten. Minister Van Acht wist te ontsnappen. Het voorzetten van Nederlands beste voetbalbeentje bleef niet zonder de onvermijdelijke gevolgen. Ook de beste ijsbeentjes werden voorgezet. Een rijke oogst aan edele metalen sierde ranke ledematen en stoere schouders. Had Art maar op een verkiesbare plaats gestaan. Er gingen ook beentjes van de vloer en op de vloer met de bijbehorende personen. De hoeveelheid eremetaal die Nederland zich door zijn prestaties in 1972 wist te verwerven, veroorzaakte bijna een crisis in de eremetaalindustrie. Nederland, het Maduro-dam van de westerse wereld, zette ook zijn beste beentje voor bij het op de been helpen van de Japanse auto-export, waarmee dit land zijn economische invasie in Europa op gang bracht.
Zo glijdt de herinnering in vogelvlucht over een land geteisterd door voorspoeden en rampen. Op Ameland verstrooide een windhoos de bezittingen van mensen die daar gekomen waren om op een andere manier verstrooiing te zoeken. Maar verder afdalend naar de aarde, op dat deel ervan dat Floriade heette, troffen we nog een paradijselijke toestand aan. Een tuin van aardse vreugden, waar mensen nog lief konden zijn voor elkaar, voor de bijtjes, de bloempjes en de daar nog steeds in grote getale uit voortkomende kindertjes. Ook de beestjes konden met hun eigen bolle oogjes zien dat we hier lief zijn voor kleine zeehondjes, hoewel niet zo lief voor grote haringen. Vossen, eenmaal als schadelijk beschouwd, omdat ze net als wij kip eten, kregen kleine radiootjes aangegespt, zodat ze overal naar Radio Veronica konden luisteren. 138 meter, met 538 met volle kracht. Deze onwettige piraat vierde zijn koperen concubinaat met de zee en had zich een erkenning verworven, waartegen onze wettige regering afstak als een groepje obscure illegalen. Een zuinige Drees zonder ziekenfondsbrilletje en een dure De Brouw hielpen dit kabinet volledig in de wrakkenpletter. In schuttingtaal stond het oordeel geschreven dat zich voltrok over dit volk en zijn leiders. Als je hervormingen van diepe maatschappelijke betekenis wil gaan aanbrengen, dan is in een democratie er maar één mogelijkheid. Dat is wat meer gebruik maken van de stembus. Wij bestrijden wat hij wil. Wij hebben in dit land in de toekomst mensen als de heer Ter Heide nodig in de vakbeweging. Daar gaat het om. Niet de nullijn voor die 1200 miljonairs die er dat ene jaar bijgekomen waren, exclusief de kruidendokter. Nee, beste vriend. Het gaat om de nullijn voor de werkers in dit land. Op de nullijn van het jaar 1973 zetten we opnieuw ons beste beentje voor op de weg uit de politieke en economische impasse. Soms gaat het spelenderwijs. Soms zijn er problemen. Geen hindernis is ons te hoog. Maar de beste beentjes zullen falen als er geen kop en geen romp bij gevonden worden die bestand zijn tegen de dreunen van het nieuwe jaar. In de laatste 10 jaar is het aanzien van de Utrechtse binnenstad grondig gewijzigd door de bouw van het immense complex Hoog Catharijne, waarvan het winkelcentrum nu in gebruik is genomen. Rond de opening is er nogal wat te doen geweest over dit project, dat namelijk nog lang niet gereed is en waarvoor in het oude hart van Utrecht nog veel zal moeten verdwijnen. Tot de gebouwen die op de nominatie staan behoort onder andere het in jugendstil opgetrokken kantoorpand van de Utrecht. Actiecomité's protesteren tegen de geplande afbraak van nog goed bruikbare woningen en tegen een verdere aantasting van het milieu van de oude binnenstad, onder andere door de geprojecteerde aanvoerwegen. Deze voor de sloop bestemde gebouwen staan aan de Catharijnensingel, die voor het grote project gedeeltelijk gedempt werd. Waar eens boten voeren, rijdt nu het verkeer onder de traversedeur die het complex verbindt met het Centraal Station. Het hele winkelcentrum is overdekt en heeft een speciale temperatuurregeling. Op verschillende niveaus zijn er promenades die toegang geven tot de open ingangen van de winkels. Behalve de 104 nieuwe winkels zijn er tal van restaurants en cafés gevestigd. En hier en daar geven oude palmbomen een exotisch tintje aan een caféterras. Zeer veel mensen hebben in de dagen volgend op de opening al de weg gevonden naar het nieuwe winkelcentrum. Maar velen hadden in het begin nogal wat moeite met het vinden van de juiste weg in het centrum, waarin over 6 verdiepingen verdeeld ook een groot warenhuis is ondergebracht. Vanuit een speciaal dienstcentrum kunnen via een gesloten tv-circuit alle technische installaties in het hele complex gecontroleerd worden.
En dan is er tenslotte ook nog een bioscoop gevestigd, waarvan de zaal zo nodig dienst kan doen als congresruimte. Het veelbesproken plan Hoog-Catharijne zal zich tot 1980 blijven uitbreiden. En dan zal er zo'n 700 miljoen gulden in het hele project geïnvesteerd zijn. De 29-jarige popzanger die altijd in glanzend astronautenpak voor het voetlicht komt, viert ware triomfen in Europa. Dit is een schitterend staaltje van zijn optreden in Wenen. Gary Glitter. Op de grens van Amsterdam en Amstelveen is in enkele jaren tijds een complex flatgebouwen verrezen, bestemd voor studenten van de Vrije en de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam. Daarbij is tevens gedacht aan allerlei centraal liggende voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een stalling voor fietsen en bromfietsen. In Uilensteden, zoals het complex heet, vinden tussen de 3.000 en 4.000 studenten een onderdak. Sommigen zijn overigens met hun vervoermiddelen nogal voorzichtig. De studenten betalen voor hun kamer 110 gulden per maand. Een huur die zo laag kan zijn doordat de kamers gesubsidieerd worden. In kamers in de binnenstad in Amsterdam draait het er meestal op uit dat je 150 gulden betaalt voor een kamertje 6 hoog achter van 2 bij 3 meter slot. En met de mededeling van je bent zeker in de weekenden wel afwezig. En vergeleken bij die situatie woon je in Uilensteede vrij ideaal. De kosten zijn gering. En de vrijheid is groot. In elk blok komen alle appartementen uit op een smalle gang die de verbinding vormt naar de keuken. En dan zie je een gemeenschappelijke keuken. En die is wel erg klein voor 14 mensen. De plek waar je moet koken is heel smal. En dat geeft wel veel rommel en troep en al die dingen. Voor 14 mensen is dat echt te klein. Ofschoon er ook nog wel andere bezwaren zijn, bijvoorbeeld tegen de slechte busverbinding met de stad, zijn de meeste bewoners van de studentenflat wel tevreden met hun woonomgeving, die naast een wasserette ook nog een winkel heeft, een sporthal en een sociëteit met café. Eén student vatte de voordelen als volgt samen. Als je in een stad op kamer zit en je kent niet zoveel mensen, je bent niet zo uitgaanstype, dan is er echt een grote vereenzaming. Je zit de hele tijd alleen op je kamer. Terwijl in Uilensteden word je altijd wel meer sociaal voelend en krijg je meer sociaal contact dan in de stad. En dat vind ik een heel belangrijk pluspunt. Bewonderaars noemen haar een prima donna. Critici noemen haar een tingeltangelzangeres. Mogelijk bezit ze de eigenschappen van beiden. De 35-jarige Britse Shirley Bassey, hier gefilmd tijdens een repetitie in Hamburg voor haar grote tournee door West-Duitsland. In Rotterdam, zo goed als in tal van andere plaatsen in ons land, werden voor gastarbeiders tehuizen ingericht waar ze hun vrije tijd in een eigen sfeer kunnen doorbrengen. Maar de comité's die zich het lot van de buitenlandse werknemers hebben aangetrokken beseffen dat Spanjaarden, Turken, Marokkanen en anderen daarmee toch in een isolement blijven leven. Om daar enigszins uit te komen, om deel te kunnen hebben aan het Nederlandse leven, is kennis van de Nederlandse taal een allereerste vereiste. In Rotterdam stellen vrijwilligers hun vrije zondagmiddagen voor de taallessen beschikbaar. Ik woon in Nederland. Goed. In welke stad? In Rotterdam.
Gebruikmakend van een eenvoudig boekje brengen huisvrouwen, boekhouders, secretaressen en studenten de gastarbeiders, die soms nog analfabeet zijn, de eerste beginselen van onze taal bij. Daardoor wordt de samenwerking met Nederlandse collega's op het werk bevorderd. En bovendien wordt de veiligheid gediend. Dit is de Spanjaard Juan Manero, laderlosser in de Rotterdamse haven. Ja. Maar Nederlands is verdraaid moeilijk. Wat doe je met een sleutel? Met sleutel? Ik doe... mijn kamer sleutel. Nee, niet sleutel. Met een sleutel... met een sleutel... doe je de kamer... op slot. Op slot. Op slot. De Marokkaan Ahmed Mokhtari werkt al 2,5 jaar in ons land als soldeerder spuiter op een radiatorenfabriek. De Westertoren, de Zuidertoren en de Ouderkerkstoren hangen uit het lood. Maar gevaar dreigt er niet omdat de afwijkingen niet groter worden. Dag meneer. Tien sinaasappel. Zo krijgen de gastarbeiders deel aan onze samenleving en wordt hun isolement doorbroken. Wat kost dat? 1,50. Ja? Dat is duur hoor. Nou ja, voor ons is het niet duur. Tina Turner is wel eens de belichaming genoemd van de soul. Samen met haar Ike is ze nu in Hamburg aangekomen voor een tournee door Duitsland. Experts noemen hen het meest perfecte paar uit de internationale showbusiness. Ike blijft als gitarist wat op de achtergrond, maar Tina en de haar begeleidende jonge vrouwen weten elke zaal tot extase te brengen. En niet alleen door de zang. Op een kille januaridag heeft het Nederlandse volk zich met de van ouds bekende energie in het jaar 1973 gestort. We waren ons er toen nog niet van bewust dat we in de branding terecht zouden komen en dat we min of meer geïsoleerd zouden komen te staan. Ons zorgenkind was het schip dat zoveel had bijgedragen tot de cultuur en ook tot de mosselcultuur. Zoals bleek toen de storm het in het bereik van het wettige gezag had gespeeld. Veronica bleef juist lang genoeg om de regering via een storm van protesten te overtuigen dat het verstandiger was het schip nu te laten gaan en het pas volgend jaar in volle zee te verbieden. 538 meter. Zelfs de ambtenaren wierpen zich in het protest en gaven met waarheden als melkkoeien blijk van hun afschuw van de ambtenarenpolitiek. En hoe stond de meerderheid van ons volk tegenover de bombardementen op Vietnam? Die meerderheid zegt nee, die zegt ophouden. Goed geluisterd, Nixon. Op het kruispunt tussen twee werelden dat het jaar 1973 in het vaderlandse jaartallenboekje zal blijken te zijn, gingen we rustig door met het bouwen van stadswijken, waardoor er tenminste voor de welvarenden in de welvaartsstaat voldoende woonruimte beschikbaar kwam. Ook aan het toekomstige openbare vervoer werd met vooruitziende blik gewerkt, met name door de gemeente Amsterdam, die buiten de stad al een metrotrein op de wielen wist te brengen. In de binnenstad werden de voorbereidende werkzaamheden zo grondig voortgezet dat de vage vrees zich meester begon te maken van vele Amsterdammers. Als de metro er is, dan kon er wel eens geen Amsterdam meer zijn. Intussen was er een eind gekomen aan de regelmaat waarmee de bevolking in de voorafgaande jaren was toegenomen. De verhoogde productie van de pillen producerende industrie had tot gevolg dat het geboortecijfer drastisch omlaag ging. Het spookbeeld van de overbevolking kreeg daarmee een geduchte klap. Daartegenover steeg het sterftecijfer door overmatig gebruik van oorverdovende middelen.
in het bijzonder benzine. De kabinetsformatie stuitte, zoals deze opname toont, op verschillende weigeringen. Maar tenslotte kon toch als jubileumgeschenk aan de koningin een nieuw kabinet worden aangeboden. Nadat dit probleem tot ieders opluchting en niemands tevredenheid was opgelost, kon de jacht op de welvaartshaas met frisse krachten worden voortgezet. Maar precies zoals dat bijvoorbeeld bij windhondenrennen gaat, geen hond die het beest te pakken kreeg. Omdat het ABC van de welvaart begint met de A van arbeid, werd de gastarbeider een vriend die ons onze feilen toonde. De Westertoren, de Zuidertoren en de Ouderkerkstoren hangen uit het lood. Maar gevaar dreigt er niet omdat de afwijkingen niet groter worden. Wat er ook mocht vallen, niets gaf zo'n dreun als de val van het nationale voetbalidool Johan Cruijff, die zich als gastarbeider aan de Spanjaarden liet verkopen. Maar ja, mag die jongen misschien een paar bekertjes bij elkaar trappen om er zijn flatje in Barcelona mee te meubileren? In de legertop leidde een crisis tot het onverwachte vertrek van een paar topfiguren. Maar nog onverwachter kwam de dag waarop de westerse wereld zich terugvond in aanbidding voor de oliekoningen uit het Midden-Oosten. De ontroering die hun de keel toesnoerde, belette de sheiks niet de oliekraan dicht te draaien. Het was de KLM die het moreel hoog hield tijdens verrassingsreizen naar het Middellandse zeegebied. En intussen liep hier in Nederland een volk al trappelend op de aardgasbelt te bedenken hoe het zich warm zou houden. Trappelen kun je ook op de fiets. Daar kun je een motortje mee aan het draaien brengen en dan heb je vanzelf elektriciteit om er een lamp op te laten branden. Sterker nog, met zakspiegeltjes kun je profiteren van de zonne-energie. Daar kun je rustig bij blijven zitten. In Limburg zijn ondergrondse gangen. Als je daar goed zoekt, zou het toch best kunnen dat je steenkolen tegenkwam. Ten slotte kunnen we een machine ontwerpen die wind veroorzaakt. En zelfs storm, waardoor er vanzelf weer wat bossen omwaaien. En we waren al bijna vergeten dat hout een uitstekende brandstof is. Nee mensen, zo grappig is het allemaal niet. Maar voorlopig kan alleen een met warme lucht gevuld brein ons verheffen boven de problemen waarmee 1973 ons heeft laten zitten. Het wordt langzaam maar zeker stil op de Noordzee. Radio Noordzee, internationaal nieuws om 12 uur. Dit is Hans Molenaar. Dat was een hele goede zaterdagmiddag. Dit is Veronica op de 538 meter. Van de nu verboden zeezenders is Radio Veronica de oudste. 14 jaar geleden begon het station als reclamezender en het heeft zich nadien bijzonder populair gemaakt, vooral bij Jong Nederland. Vele ouderen luisterden vaak naar programma's als dat van Tieneke. Koffietijd. De in de boordstudio gedraaide programma's werden door een zware storm in april 73 onderbroken. Veronica werd van haar ankers geslagen en op het Scheveningse strand geworpen. Duizenden aanhangers stroomden naar de kust om het zendschip van nabij te kunnen zien en zelfs aan te raken. Kort daarop stroomden meer dan 100.000 supporters samen ter gelegenheid van de hoorzitting in de Tweede Kamer. Programmaleider Rob Oud pleitte hier tevergeefs voor het voortbestaan van Veronica. Ik dacht dat het succes van de formule is dat de horizontale programmering in Nederland is ingevoerd. Nog meer dan een jaar heeft het hierna geduurd voordat Veronica's laatste dag aanbrak. Een dag waarop schepen vol supporters langskwamen varen om hun favoriete zender te bedanken. Tot op het laatst leek het leven aan boord van het zendschip normaal door te gaan.
In de hutten van de DJ's was ogenschijnlijk van enige spanning niets te merken. Anders was dat in de boordstudio, waar vele discjockeys en leden van de vaste bemanning de laatste uren van Veronica samen doorbrachten in een weinig opgewekte sfeer. The crowd called out for more. Is het laatste uur. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bepaald dat op 1 september de wet van kracht zal worden volgens welke omroepuitzendingen van buiten het nationale grondgebied vanaf schepen of vliegtuigen verboden zullen zijn. In verband hiermee zal Radio Veronica vandaag haar uitzendingen om 6 uur staken. De klok tikt steeds verder. Ik heb nog enkele minuten. Het is tijd geworden om afscheid te nemen. Die periode wordt afgesloten. Het decor is een leegstaande, voormalige jeugdgevangenis in Arnhem, die door een aantal hippe jongeren in bezit is genomen. Ze kregen toestemming om er te blijven, waarna ze van de cellen op alle mogelijke manieren leefbare ruimten hebben gemaakt. In totaal zijn er tenslotte zo'n 30 jonge mensen ingetrokken, die hier ieder op eigen wijze hun dagen en nachten doorbrengen. Om in hun levensonderhoud te voorzien maken sommigen sieraden. Anderen werken overdag buiten de vrijwillig gekozen gevangeniscel. Van de aanwezigheid van een grote keuken maken de bewoners onder andere gebruik om zelf elke dag tarwebrood te maken voor de hele leefgemeenschap, die minstens eenmaal per week bijeenkomt om de problemen van de commune te bespreken. Op de zolderverdieping heeft een sportieveling een zogenaamde Taekwondo geopend, een school voor de Japanse vechtsporten. En dat is eigenlijk een wat vreemde dissonant in de zo vreedzame sfeer die er nu heerst in deze al jaren geleden afgedankte jeugdgevangenis. Vlieger is uit is de naam van een tv-programma dat een beroep doet op de bereidheid van mensen om zich op de een of andere manier in het water te storten. Aan de voet van de dromedaris in Enkhuizen melden zich ditmaal zo'n 40 deelnemers met de meest uiteenlopende apparaten. Sommigen meenden te kunnen volstaan met een aangepast parapluutje dat naar ze hoopten als een soort parachute zou dienen. Anderen dichten een tuinparasol boven zinnelijke krachten toe. Eén bijzonder optimist meende zich met springveren zo hoog te kunnen verheffen dat hij het langst in de lucht zou kunnen blijven. Nou, vergeet het maar. De kickforce-mannen van de marine waren hem lange tijd kwijt. Origineel was de vliegende schotel met kop voor 2 personen. Maar dat haalde ook al niet veel uit. Al vielen de heren in het schuimrubber wel zachter dan vele anderen. Vrijwel alles wat zich vleugels had aangemeten ging roemloos ten onder. Voor deze deelnemster legde de marine een wat overdreven zorg aan de dag. De jury met de Amerikaanse ruimtevaarder Lausma in zijn midden had niet veel moeite om de winnaar aan te wijzen. Dat werd Jan Beemsterboer uit Beverwijk, die een ruimtevlucht van 4,55 honderdste seconde maakte. Een absoluut record dat wij met onze technische middelen nog wat verlengd hebben. Meer dan 500 ponies staan in Slagharen in Overijssel ter beschikking van vakantiegasten die hier een zomerhuisje huurden en die hier elke morgen hun eigen genummerde rijpony van stal kunnen halen en daar dan, als ze willen,
de hele dag mee kunnen optrekken. Vooral de jongeren maken veel gebruik van de hun geboden mogelijkheid om op de ponies te leren rijden en de dieren een hele week lang te verzorgen. Overigens kunnen de kinderen van de vakantiegangers zich in dit Shetland Ponypark ook nog op tal van andere manieren vermaken. Want ze hebben er toegang tot de draaimolens, zweefmolens, luchtschommels, achtbaan, octopus en al die attracties die een echte kermis voor de jeugd zo aantrekkelijk maken. Een uit Wenen afkomstig reuzenrad brengt zijn passagiers zo'n 30 meter omhoog. Vanwaar ze een riant uitzicht hebben over het grote park, waarvan de aanleg in 1963 is begonnen. En dat inmiddels is uitgegroeid tot een van de grootste recreatiecentra van Europa. Waar vaste gasten en eendagsbezoekers ook een groot zwembad vinden, naast andere mogelijkheden van watervermaak. Nieuw is de uit Amerika geïmporteerde 12 meter hoge en 56 meter lange polyester glijbaan, waarop 6 personen naast elkaar naar beneden kunnen suizen. En dan kan iedere bezoeker ook nog een rit maken met de monorail die permanent ronddraait boven dit park. Waar het niet alleen voor vakantiegangers, maar ook voor de ponies prettig toeven is. Attentie alstublieft, vertrek van vlucht 1974. Maar weinigen hebben zich kunnen losmaken van de problemen waarvoor Nederland en de wereld gesteld werden in 1974. Een jaar dat beheerst werd door de oliecrisis. Steeds meer gaten boorden de geïndustrialiseerde wereld in de bodem van de zeeën. In een vertwijfelde poging om zo snel mogelijk wat minder afhankelijk te worden van de Arabische oligarchie. Vooral in het begin van het jaar zag het er nog donker uit voor de autobezitters. Aan wie door de autoriteiten beperkingen werden opgelegd die leiden tot een herleving van de zondagsrust. Het werkte zowel inspirerend op uitvinders als op tekstschrijvers, liedjeszangers en agrarische parlementariërs. Verlaag ik de benzineprijs met 50 cent. En alle is in de olie, in de olie is de alle is in de olie, in de olie is de alle. In de olie, jawel, maar uit de steenkool, want energiecrisis of niet, de laatste staatsmijn van ons land werd gesloten. Nederland blijft voorlopig vertrouwen op de grote gasbel van Slochteren. Plannen om de kernenergie tot ontwikkeling te brengen werden de regering niet algemeen in dank afgenomen. Integendeel, tegen de vestiging van een kerncentrale in Kalkar even over de Duitse grens werd fel geprotesteerd door actiegroepen die de gevaren groter achten dan de voordelen. Flight 1974, I see a hell of a traffic jam. Protesten waren er rijkelijk veel dit jaar. De ijver van vrachtwagenchauffeurs kende geen grenzen. Zij deden hetzelfde wat eerder in het jaar boze boeren hadden gedaan, die daarmee nogal wat sympathie verspeelden. Later in Zeeland verspeelden die nog meer toen een groot deel van de oogst verdronk door de zwaarste regenval in meer dan 200 jaar. Flight 1974, over a very quiet day. 4 dagen lang heerste er een gespannen stilte in Den Haag, waar 3 Japanse terroristen 11 mensen gijzelden in de Franse ambassade. De ambassadeur en de anderen kwamen ongedeerd vrij, nadat de Nederlandse gezagvoerder Sirks en 2 van zijn collega's bereid waren gebleken de Japanners naar het buitenland te vliegen. De ontknoping met de vrijlating van de gijzelaars kwam op Schiphol, dat eerder in het jaar ook al betrokken was geraakt bij de Midden-Oosten kwestie, toen Palestijnen hier een Brits verkeersvliegtuig opbliezen. Flight 1974, over the Middle East now. Het Midden-Oosten bleef het hele jaar door onrustig. Herhaalde malen pleegden Arabische terroristen aanslagen in Israël die slachtoffers maakten. Israëlische vergeldingsbombardementen eisten hun tol van de Palestijnen. Aan de grenzen zorgde een troepenmacht van de UNO er nog voor dat de partijen elkaar niet opnieuw naar de keel vlogen. En in het hoofdkwartier van die UNO in New York mocht Yasser Arafat komen vertellen wat de Palestijnse bevrijdingsorganisatie nou eigenlijk precies wil. Dat belooft weinig goeds voor Israël, dat best terug wil naar de conferentietafel in Genève, mits het waterdichte garanties krijgt van de grote mogendheden.
Flight 1974 nearing Watergate, Washington. 1974 was ook het jaar waarin Richard Watergate Nixon de ene leugen na de andere debiteerde. Dit is er zo een. I neither authorize nor encourage subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics. That was, and that is, the simple truth. Ook deze simpele waarheid was een leugen. En het Witte Huis kreeg een nieuwe bewoner, Gerald Ford, die onder andere op bezoek ging bij Brezhnev in Vladivostok, waar hij een overeenkomst tekende over wederzijdse beperking van kernwapens. Brezhnev wist Ford bij dit eerste bezoek al links te maken. Flight 1974 on its way back to Holland. Ja, vooral jong Nederland maakte zich drukker om het verdwijnen van Veronica dan om die soms misselijk makende wereldpolitiek. Is het laatste uur. Golven van bijna hysterische geestdrift ontmoeten voetballers van Oranje. Ondanks het feit dat ze de finale om het wereldkampioenschap hadden verloren. Cruijff en Michels werden geridderd tijdens een gesmeerd lopende receptie op het Katshuis. Er werd getoost op de gezondheid van de koningin die in dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikte. Flight 1974, exactly on schedule, flying over Liberia. Het was een druk jaar voor de 65-jarige vorstin, die in Afrika onder andere gul onthaald werd door president William Talbert van Liberia en bij Habib Bourguiba van Tunesië. In Ivoorkust werkten de inheemse dansen in hoge mate inspirerend. En in het noorden van de Republiek Finland toonden de rendieren zich weinig ontvankelijk voor de wensen van de monarchie. In het gezelschap bevond zich de minister van Buitenlandse Zaken, die ook een bezoek bracht aan het vrijgeworden Griekenland, waar de bevolking haar genegenheid voor de Nederlandse bewindsman niet onder van der stoel of banken stak. In de troonrede liet de minister deze passage opnemen. Verheugend en bevrijdend is het dat in Portugal en Griekenland regeringen aan het bewind zijn gekomen die de democratie willen herstellen. In diezelfde troonrede stond de regering ook stil bij de milieuproblematiek. De bescherming van onvervangbare natuurgebieden blijft een hoge prioriteit behouden. Maar het wordt steeds kostbaarder om afdoende maatregelen te treffen tegen de snel voortschrijdende verontreiniging van het milieu. Flight 1974, over Amsterdam. Amsterdam zag dit jaar de eerste witkarren op straat verschijnen. Milieuvriendelijke, op accu's lopende taxis met een overigens onzekere toekomst. Ook bestaat er twijfel aan de levensvatbaarheid van de watertandem. Maar hij heeft de verdienste dat hij de sleur doorbreekt. Zo zochten velen dit jaar naar mogelijkheden en kansen om de problemen even te vergeten. Om zich te onttrekken aan de steeds vaker verschijnende sombere meldingen over toenemende inflatie, economische teruggang, stijgende werkloosheid. De ellende is alleen dat je je niet blijvend kunt losmaken, maar altijd weer terugkomt in de harde werkelijkheid. Ook nu, de 12 slagen vallen die het nieuwe jaar 1975 inluiden. In het Rotterdamse sportpaleis Ahoy heeft Tom Okker na een met 6-3 gewonnen eerste set de finale van het wereldtennistoernooi niet op zijn naam kunnen schrijven. Hij had in de Amerikaan Arthur Ashe een tegenstander die in de tweede en derde set uiterst beheerst de noodzakelijke punten bijeensloeg. Op de tribunes zagen kenners als Wim van Hanegem en Gerard Cox hoe Okker vooral door de genadeloze opslag van Ashe naar een nederlaag werd gevoerd. De 31-jarige Ash, die voorzitter is van de Bond van Beroepsspelers, buitte een inzinking van Okker zeer professioneel uit. Telkens opnieuw zag het publiek hoe de kwetsbare Nederlander met onzuiver geplaatste ballen punten verloor.
Met Rotterdams burgemeester Van der Lauw had de volle zaal veel bewondering voor het optreden van Ash, die de tweede set met 6-2 won. In de derde beslissende set, toen Ash met 5-4 voorstond, verloor Okker zijn eigen service game en toen was het gedaan. Voor de tweede maal had Arthur Ashe de voor eigen publiek spelende Okker van de toernooititel afgehouden. Okker kon zijn teleurstelling daarover maar moeilijk verbergen. Ashe, die ook al in Barcelona won, heeft zich met deze nieuwe zege hoogstwaarschijnlijk verzekerd van een plaats in de strijd om de wereldtitel in de Amerikaanse stad Dallas. Karwei is de goed gekozen naam van de vakbeurs voor doe-het-zelf artikelen, die nu al voor de 8e maal in de Utrechtse jaarbeurs laat zien wat er allemaal veranderd is in deze wereld. Waar het oude gereedschapsbord met hamer, nijptang en zaag heeft plaatsgemaakt voor ultramodern materiaal dat nu ook beschikbaar is voor de amateur. Geheel nieuw is de spuitbus waarmee polyurethaanschuim naar believen gedoseerd kan worden. Men kan er kieren mee dichten, holle ruimten opvullen en buizen omwikkelen en daardoor isoleren. Nieuw zijn ook de plastic hoekelementen die in 8 standen verstelbaar zijn en waarin van 4 zijden latten kunnen worden bevestigd. Onder andere geschikt voor de bouw van broeikassen of schuren. De toenemende doe-het-zelf-activiteiten maken fabrikanten steeds vindingrijker. Zo kan tegenwoordig iedere amateur vrij gemakkelijk een muur optrekken, of althans een muureffect creëren. Zelfs cement is nu in zakken van 3 kilo verkrijgbaar. In Haarlem is voor de doe-het-zelver de mogelijkheid geschapen om al die karweitjes in huis ook goed te leren doen. Daar opereert namelijk sedert enige tijd de eerste en tot dusver enige doe-het-zelfschool van Nederland. Timmeren, metselen, stucadoren. Men kan het hier van vaklui in een cursus van 8 avonden redelijk tot goed leren voor de somma van 190 gulden. En heb je daar geen last van, dan heb je alleen last. Dan weet je zeker dat je voorkant goed sluit. Ja. Dus als je wat mortel op de steen leggen. Initiatiefnemer van de cursus en tevens een van de leraren is de zelf in de bouw werkzame heer Muller, die onder zijn leerlingen een cameraman, een boekhouder, een automonteur, een arts en verschillende huisvrouwen telt. Dan gaan we dus de kuiltjes gaan we weer opvullen. Ook in deze cursus blijkt dat het zelf werken in huis niet aan een bepaalde leeftijd is gebonden. Steeds meer mensen gaan ertoe over, omdat goede vaklui van buiten haast niet meer te krijgen zijn of vrijwel onbetaalbaar zijn geworden. En dat doen het zelf fabrikanten en winkeliers springen gretig in de markt. Dit jaar wordt een totaal omzet van meer dan 1,5 miljard gulden verwacht. Sedert 1948 is het niet meer zo lang achtereen zo warm geweest. Bij tropentemperaturen van boven de 30 graden waren bikini en zwembroek favoriet. Maar Spakenburg bleef zichzelf. Met miljoenen liters bier en frisdranken trachtte Nederland zich te verkoelen. De fabrieken konden de vraag nauwelijks bijhouden. Bijzondere problemen deden zich voor op Schiphol, waar de zinderende hitte het asfalt van de taxibanen deed smelten. De Schiphol brandweer legde er een watergordijn overheen, waardoor het vliegverkeer doorgang kon vinden. De grote stadsjeugd vond in de openbare fonteinen heerlijke mogelijkheden voor een combinatie van verfrissing en vermaak. Ouderen aarzelden trouwens ook niet om hier koelte te zoeken. Ongekend druk was het in de zwembaden, die op de tropische dagen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat één wriemelende mierenhoop leken. Met 6 tropische dagen in augustus werden de Nederlandse hitterecords van 1868 en 1911 geëvenaard. Over het algemeen was er overal voldoende drinkwater beschikbaar. De grootste drukte heerste er als van ouds aan de kust, waar honderdduizenden zich blootstelden aan de inwerking van de tropenzon. Onder de strandgangers waren vooral hier veel West-Duitsers. Tja,
En dan was het natuurlijk ook heerlijk toeven op de naaktstrand. Eén ding staat vast. De zomer van 1975 zal de geschiedenis ingaan als een van de warmste sedert in de wild begonnen werd met klimatologische waarnemingen. Zij werd bekend door haar rollen in films als Barbarella. En toen ze met vele Amerikaanse jongeren in verzet kwam tegen de oorlog in Indochina, besloot ze haar bekendheid te gebruiken om actie te voeren. Een paar dagen is ze in Nederland geweest, Jane Fonda. En heeft ze op persconferenties vragen beantwoord. In Delft was ze op uitnodiging van het Comité Wetenschap en Techniek voor Vietnam, dat momenteel de apparatuur bouwt voor een filmlaboratorium, bestemd voor de film- en fotodienst van de VRR, de voorlopige revolutionaire regering van Zuid-Vietnam. Het is een project van 500.000 gulden dat voornamelijk gebruikt zal worden voor films op het gebied van onderwijs en voorlichting. Voorlichting over Vietnam, met name over het noorden en het gebied van de VRR, bracht Jane Fonda met de film die zij er vorig jaar maakte. Zij was er al vele malen eerder geweest, ook op het hoogtepunt van de oorlog. En ze heeft er toen vele vrienden gemaakt. Zij is vertegenwoordigster van een van de Amerikaanse anti-oorlogsbewegingen. En in haar film laat ze op beklemmende wijze zien dat de oorlog nog altijd niet is afgelopen. Dat er nog dagelijks 100 slachtoffers vallen. Zo zijn in de 2 jaar die voorbij gingen, sinds officieel een wapenstilstand werd afgekondigd, 10.000 Vietnamezen gedood. Over dit oorlogsleed sprak Jane Fonda op een bijeenkomst in Amsterdam, die ook werd bijgewoond door een vertegenwoordigster van de VRR. Zij herinnerde de 2000 toehoorders eraan dat Nederland een van de eerste landen is geweest waar een beweging voor solidariteit met Vietnam op gang is gekomen. You are one of the first countries to have an Indochina solidarity movement. You are one of the countries who have been the most supportive of the Vietnamese struggle. Vietnam has shown us that small countries can do so much. Hier sprak ze tenslotte als haar overtuiging uit dat allen die de vrijheid liefhebben het Vietnamese volk zullen moeten steunen, omdat de toekomst van ieder van ons ervan afhangt. All those who cherish freedom and independence must throw their weight into support for the Vietnamese people. For the outcome will profoundly affect the future of every one of us. Ruim 30.000 popliefhebbers waren onlangs in het Sportpark in Geleen op het 6e Pink Pop Festival. Hoog genoteerd stond daar de nieuwe band van ex-Cream basgitarist Jack Bruce met ex-Rolling Stone gitarist Mick Taylor. In het folkgenre trad de Bretonse troubadour Alan Stivell op met zijn inmiddels al beroemde Keltische harp. Veel succes had ook de nieuwe Nederlandse formatie rondom Ilko Gelling en Harry Musquet, Red, White and Blue. We'll be right back.
Nieuwe principes en ideeën ten aanzien van huisvesting en verzorging van bejaarden vinden zowel in architectonisch als sociaal opzicht gestalte in het wooncomplex De Drie Hoven in Amsterdam Slotervaart. Dat geopend werd in tegenwoordigheid van de ontwerper, architect Herman Hertzberger, door minister Varink. Ik heb de stellige overtuiging dat De Drie Hoven en de huidige en de toekomstige bewoners in staat zal stellen om iedereen datgene te bieden waartoe hij in staat is. Er is vooral geprobeerd de bewoners zoveel mogelijk gelegenheid te geven tot sociaal contact. Daartoe zijn op tal van plaatsen aan gangen en pleintjes ruimten gecreëerd voor gesprekken of het samen drinken van een drankje. In het complex zijn zowel een verzorgings- als een verpleeghuis ondergebracht. En in dat laatste werden voor langdurig zieken 4, 2 of 1 bedskamers ingericht. Het verzorgingstehuis telt ongeveer 250 aan binnenstraten gelegen wooneenheden met portieken die noden tot een buurpraatje. De kamer van elke flat heeft een venster dat op de binnenstraat uitkijkt. En omgekeerd is natuurlijk ook inkijk mogelijk. In De Drie Hoven zijn behalve een kapsalon ook winkels, een wasserette, een bibliotheek en giro- en bankfilialen ondergebracht. Voor de mannen is er een biljartzaal die overigens ook door de vrouwen niet geschuwd wordt. Ja, nou gaat hij. Een bijzondere faciliteit is het café met een bar, waar de bewoners niet alleen een drankje, maar ook gezelligheid kunnen vinden, te midden van medebewoners en verzorgend personeel. En er wordt heus niet alleen suikerwater geschonken. Het terrein om en tussen de verschillende delen van De Drie Hoven is opengesteld voor iedereen. Zo ontstaat er gemakkelijk contact met de buurtbewoners en kan het isolement dat nog tal van bejaardencentra kenmerkt worden doorbroken. Om te beginnen was 1975 het jaar van de vrouw. De vrouw die altijd nog door de man op handen wordt gedragen en die zich nu bewust is geworden dat ze dat niet wil. Het streven van de vrouw om in de maatschappij een volwaardige partij mee te blazen kwam tot uiting op vele terreinen waarop ook mannen gewoon zijn zich al of niet geforceerd te bewegen. Om ook iets flinks te doen liet een man zich tentoonstellen als kunstwerk. Maar zelfs in deze superieure positie bleek hij het niet zonder de vrouw te kunnen stellen. Het kunstwerk werd zelf weer gebruikt als model voor nieuwe kunstwerken. Op dezelfde manier werd een gepensioneerd huisschilder geïnspireerd om Rembrandts Nachtwacht te kopiëren in de volle grootte die het werk had, voordat onze voorouders er een stuk afsneden, omdat ze niet over de ruimte van een autoshowroom beschikten. Maar dat was kras. Op hetzelfde moment werd de echte Nachtwacht ernstig beschadigd. In afwachting van de restauratie, die werd uitgevoerd met een zorg of het een echte Willink betrof, werd de Nachtwacht door een dagwacht bewaakt. Waakzaamheid kwam ook te laat toen een brand in een chemisch bedrijf rouw bracht in vele Limburgse gezinnen en een halve provincie met verwoesting bedreigde. Dit jaar bracht ons de warmste zomer sinds Olifantenheugenis. Zeer tot genoegen van alle vakantiegangers die ditmaal besloten hadden in eigen land de Nederlandse nattigheid te trotseren. Maar er werd ook gewerkt. De scheepsbouw trotseerde de gevolgen van de oliecrisis door een tanker te water te laten die te groot was om door het nieuw geopende Suezkanaal te kunnen. Het omgekeerde zal misschien wel gaan. Rotterdam rekende af met de energiecrisis door de bouw van een nieuwe energiecentrale die, zoals alles in Rotterdam, kan uitgroeien tot de grootste van Nederland. Er werden ook gezellige gebouwen neergezet. Bijvoorbeeld een bejaardencentrum in Amsterdam met een interieur en een accommodatie om jong bij te blijven. En in Maastricht werd volgens de modernste inzichten een huis van bewaring neergezet. Met binnenin logiesruimte en comfort die werkelijk ideaal genoemd kunnen worden voor mensen die ervan houden in bewaring te worden genomen. Schiphol, onze nationale luchtvaartmammoet, kreeg er een nieuw slurvenstelsel bij. Waardoor zeer grote, zeer volle vliegtuigen hun passagiers snel kunnen spuien zonder dat die in botsing komen met de mensen die de slurven zullen vullen. Ondanks de verhoogde vliegveiligheid is er ruimte gelaten voor bezinning en gebed. We zijn hier vandaag gekomen met vele duizenden vakbondsleden om te demonstreren. Te demonstreren voor werkgelegenheid. Te demonstreren
voor werk, voor iedereen die dat wil en die dat kan. Het demonstreren nam in 1975 zulke vormen aan dat Nederland zich leek te ontwikkelen tot een parlementaire demonstratie. Hier was de leus: straaljagers nee, werken ja. Straaljagers ja. Het repertoire van de F-16 bezorgde de kenners bijna de stijlkijk van verrukking. Ja, vrouwen, de man is nu eenmaal een kind. En een kind wil zijn speelgoedje. De voorbereidende werkzaamheden voor de Amsterdamse metro werden begeleid door een voortdurende dialoog tussen de burgerij en de overheid. Als deze gespreksbasis gehandhaafd blijft, zal de metro zeker binnen de tweede 700 jaar van Amsterdams bestaan worden voltooid. Soms leek het of de wielen van de tijd terugdraaiden, terwijl het jaar 1975 vredig voortrolde naar het einde van een veelbewogen eeuw. De Russen zeulden met apparatuur voor ruimteonderzoek, alsof ze hun blik van de aarde hadden afgewend. De Chinezen richtten zich naar de aarde, die ze bevloeiden om er voldoende rijst op te laten groeien voor een volk van 800 miljoen zielen met bijbehorende lichamen. De woestijn kwam tot leven door een mars van de Marokkanen naar de Spaanse Sahara, die nog maar als loszand bleef vastzitten aan Spanje. Daar overleed Franco, die met hulp van fascistische gevechtsvliegtuigen en later met hulp van toeristische chartervluchten een regime had opgebouwd dat hem in staat stelde ook na zijn dood te blijven doorregeren. Portugal, dat van de dictatuur was bevrijd, maar dat tot nog toe op alle straathoeken de weg had moeten vragen naar de democratie, liet zijn koloniën vrij. Maar daar bestreden zoveel vrijheidsstrijders elkaar dat we nog steeds niet weten welke Angola-koffie we wel of niet mogen drinken. Terug naar ons eigen, toch eigenlijk wel lieve land. Daar stond opeens die trein, waarvan het beeld lang in onze herinnering zal blijven, als een streep die we nooit helemaal onder ons koloniale verleden hebben kunnen zetten. Het drama van mensen die een droom tot werkelijkheid wilden maken en die de werkelijkheid deden verkeren in een boze droom. Het is een hard ontwaken voor een volk dat zojuist de vrijheid heeft gegeven aan een voormalige kolonie. Laten het volk van Suriname en het Nederlandse volk met 100.000 nieuwe Surinaamse Nederlanders erbij. Laten we ervoor zorgen dat we in het nieuwe jaar de boot van de vrijheid niet missen. Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere, de in aanbouw zijnde nieuwste stad van Nederland waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats. Dat het regende was nauwelijks een bezwaar voor deze nieuwe bewoners, die voor het grootste deel afkomstig zijn uit de saneringswijken van de hoofdstad. De sleutel die ze kregen opent voor hen een nieuwe wereld om in te leven, die alleen nog naar eigen smaak moet worden ingevuld. Ja, ik vind het grandioos. Ja, fantastisch. Tuurlijk. Fantastisch. Grandioos gewoon. Alleen ja, schoongemaakt moeten worden, hè. En hoe heb je gewoond? Hoe ik gewoond heb? Driehoog. Dat is wel een verandering. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus... Op de hier in 1968 drooggevallen bodem van de vroegere Zuiderzee zullen, als het voorgenomen groeitempo wordt gehaald in 1980, al zo'n 4000 woningen bewoond zijn. En waarom trekken veel jongeren hierheen? Nou, alles is nieuw, alles is een begin. Het lijkt me leuk om te helpen opbouwen. Om alles op te richten en al die dingen. Met de hofjes wordt gepoogd het wonen hier een zekere intimiteit te geven. En de mogelijkheid tot sociaal contact wordt bevorderd door een gemeenschapshuis dat al op de eerste zondag dienst deed als kerkgebouw en dat voorlopig zal blijven doen. Beste bewoners van Almere, we zijn blij dat wij samen met u de nieuwe stad Almere kunnen starten
met een gebed. En weer naar boven en naar beneden. En schrijf jullie het maar eens precies zo na. En zoals de school berekend is op meer leerlingen, zo is de supermarkt ingericht op veel meer dan de 25 gezinnen die zich in Almere Haven nog voor kerstmis vestigden. Een ondernemende koopman sleet hier zelfs al wat kerstbomen. Niet alle pioniers die hier nu een comfortabel onderdak hebben gevonden om er kerstmis te vieren, zullen zich realiseren dat tussen nu en het jaar 2000 in dit wijde polderland zoveel woningen gebouwd zullen worden dat Almere dan misschien wel een 250.000 inwoners zal tellen. In het oude hart van de Brabantse textielstad Helmond wordt op een 2 hectare groot kaalslagterrein gebouwd aan een ontmoetingscentrum, of zoals de architect het noemt, een speelhuis. Die architect is de nu 42-jarige Pieter Blom uit Monnikendam, die rondom dat centrale gebouw een groot aantal woningen heeft ontworpen, waarvan er in eerste instantie 60 gerealiseerd zullen worden. Van die door Blom zelf paalwoningen genoemde kubussen zijn er inmiddels 3 gereed gekomen, waarvan de voorste 2 als modelwoning zijn ingericht. Blom, die eerder onder meer al bekendheid kreeg met zijn kasbawoningen in Hengelo, heeft in deze gekantelde kubussen 3 leefniveaus gemaakt voor de verschillende momenten van de dag. Via de buitentrap en de voordeur komen de bewoners langs een binnentrap in het straathuis. Door de lichtinval is er al direct een binding met de buitenwereld. De wijkende wanden geven een sterke ruimtewerking op deze verdieping, die in de voorlopige opzet van Blom bedoeld is voor koken, eten en ontspanning. Hij spreekt hier zelf over het café van het gezin. De huiskamer staat in open verbinding met de keuken. Door op bepaalde plaatsen in die wijkende wanden ramen aan te brengen, heeft Blom gezorgd voor een vanzelfsprekend contact met de buitenwereld, waardoor bijvoorbeeld ook controle op spelende kinderen mogelijk is. Bij de verdere bouw wordt de douchecel van de eerste verdieping verplaatst naar de tweede, die door Blom het hemelhuis is gedoopt, mede vanwege de raampartijen die schuin naar de hemel zijn gericht. De architect heeft op dit niveau de ouderslaapkamer gedacht, maar daarnaast kunnen hier ook ruimtes worden gemaakt voor de individuele leden van het gezin. En dan is er boven in de zeshoekige hoogste punt van de kubus nog een klein kamertje dat verschillende bestemmingen kan krijgen, zoals hobbyruimte, kinderkamer of kleine plantenkas. Bij collega's en publiek heeft ook dit speelse project van Blom opnieuw zowel negatieve als positieve reacties opgeroepen. Maar wat er ook van zijn werk gezegd wordt, hij is in ieder geval een man die breekt met traditionele vormen en die blijft zoeken naar nieuwe architectonische en ambachtelijke mogelijkheden. Jachtvliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog vlogen laag over het marinevliegkamp Valkenburg bij de introductie van een film die in die periode speelt en waarin Rutger Hauer de hoofdrol zal vervullen. Het was het spectaculaire begin van een perspresentatie van de film Soldaat van Oranje van producent Rob Hauer en regisseur Paul Verhoeven. Rutger Hauer speelt de rol van de schrijver van het boek Erik Hazelhoff Roelfsema. De rol van diens vriend Peter Tazelaar wordt vervuld door Jeroen Krabbe. Enkele dagen nadat zo het nieuws over deze productie bekend was gemaakt en spelers en technici waren voorgesteld, begonnen de eerste opnamen, waarin de sfeer uit de oorlogsjaren werd teruggeroepen. Het ging hierbij om een Duitse overval op een gezelschap jonge Nederlanders die zich ophielden op een tennisbaan in Wassenaar. Regisseur Paul Verhoeven liet de scène enige malen overspelen voordat hij zich tevreden toonde. Voor de productie werd de Duitse cameraman Jost Vacano aangetrokken. De overval op de tennisbaan werd gefilmd op de plaats waar hij zich ook in werkelijkheid heeft afgespeeld. Soldaat van Oranje, die voor een deel ook in Engeland wordt opgenomen, zal over ongeveer een jaar in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. De Landbouwhogeschool in Wageningen heeft aan zijn 100-jarig bestaan ook een speels accent willen geven en daartoe in de tuin van de school, die tegen de hellingen van de Wageningse berg ligt, een 40-tal scheppingen van eigentijdse kunstenaars laten plaatsen. Beelden op de berg heeft men de tentoonstelling gedoopt. En in deze zomermaanden hebben tal van vakantiegangers langs de kunstwerken gedwaald en er zich vaak over verbaasd. Zoals over deze groep van 9 staalplastieken
van de Vlissingse autodidact Jan Haas, die er staalresten voor van de schroothoop haalde. Maar en Doos, dit is ook weer schroot. Het is dit lijkt net een vuilnisbelt. Hier ligt een kartonnen doos. Tenminste, de vorm daarvan. Dan hier ook een doos die inschuift. Ieder beeld is zo geplaatst dat het een eigen stuk ruimte krijgt die het best aansluit bij de omgeving. En meer dan in een museum is hier direct contact met de moderne kunst mogelijk. Velen krijgen door deze expositie een geheel andere kijk op kunst. Ik had vroeger altijd het idee dat beelden dat het wat stijfs was. En dat, dat is nu voorbij. Ik vind het wel leuk. En dat is toch wat die moderne kunstenaars toch pretenderen. In eerste instantie gewoon spelen, gewoon leuk zijn. En dat komt wel over. En dat speelse geldt zeker voor deze bewegelijke structuren van Henny Teijink uit Tilburg. Die zich in allerlei vormen laten dwingen. En waaraan jong en oud daar op de Wageningse berg duidelijk plezier beleven. Voor de duizenden Nederlanders die straks weer naar de wintersport zullen gaan, is er een nieuw oefenapparaat op de markt gekomen dat de heupen soepel houdt. Het werd getoond op de wintersportbeurs in het Haagse Houtrustcomplex, waaraan voor de tweede maal een skimarkt was verbonden. Iedereen kon hier zijn overtollige artikelen kwijt. En drie dagen achtereen bestond er een levendige handel in skis, anoraks, schoenen en al die andere zaken die er nu eenmaal bij horen. Er werd gewezen op het belang van een juiste afstelling van de skibindingen, wat beenbreuken kan voorkomen. En er waren tal van modeshows, waarop bijvoorbeeld deze unisex langlaufkleding werd getoond, compleet met knikkerbokker, kniekousen en speciaal schoeisel. En op een baantje van kunstvezels konden jong en oud, ongeacht het schoeisel, op de langlauf laten oefenen. Voor Nederlanders komen er overigens steeds meer oefenmogelijkheden in eigen land. Zo is deze dagen in het Noord-Hollandse Huizen een nieuwe kunststofbaan gereed gekomen voor de min of meer gevorderde skiers die hier veiligheid willen opdoen of onderhouden. De baan die is aangelegd op een speciaal daarvoor opgeworpen zandheuvel bestaat uit twee delen. Eén voor beginners van 30 meter en één voor geoefenden van 70 meter. Voor deze laatsten is er alle mogelijkheid om zich te bekwamen in de afdaling. Velen zullen hier visioenen krijgen van het echte snelle werk, waarin tot dusver de vertegenwoordigers uit de Alpenlanden excelleren. Maar voor de langlauf zal ook menige Nederlander straks wel willen inschrijven, want steeds meer landgenoten gaan daartoe over. Alleen voor het stunten op skis zal het hen nog aan ervaring ontbreken. Daarvoor moet je bij de deskundigen zijn. De mensen uit de bergen, die van kindsbeen af met de skis op vertrouwelijke voet leven en er deze gedurfde figuren mee schrijven. Ja mensen, het is altijd, pas op, val niet. Het is altijd weer een hele toer om een nieuw jaar van de grond te krijgen. Zo was dat ook met het jaar 1976. Zou het lukken? Oei. Maar onze minister-president had zelfs op de moeilijkste momenten een hoopgevend woord. Eerlijk de feiten onder ogen zien maakt niet zwakker, maar sterker. Ja hoor. Met het jaar 1976 kwamen een paar kleine stukjes Europese samenwerking van de grond. Een luchtbus met een Franse neus, een Duitse romp, Engelse vleugels, Nederlandse rolroeren en een Spaanse stijl. En toch rammelt er niets. Bij de Concorde, de spookvogel waar Frankrijk zijn dure francs tegenaan gegooid heeft en Engeland zijn goedkope ponden, rammelt er alleen nog iets met de definitieve vergunning om in Amerika te landen. Een andere zeldzame vogel is in Nederland door bevolkingsaanwas aanmerkelijk minder zeldzaam geworden. Bij de Nederlandse mensen werd de strijd voor het wettig toestaan van abortus ten gunste van de tegenstanders beslist. Hoe men er ook over denkt, in deze wereld ontsnappen de niet-geborenen aan een heleboel ellende. Op veel plaatsen beefde de aarde en verloren de bewoners al hun bezittingen. Of meer. Soms was het de menselijke prestatiezucht die rampen veroorzaakte. Soms ook alleen maar de menselijke fout. 30 doden in een jaar was voor de Nederlandse spoorwegen een uitzonderlijke ramp. Ook al vielen er 2000 doden in het wegverkeer.
Concurrentie binnen de EEG dreef heel wat Nederlandse industrieën naar hun verdwijnpunt. Juist daar waar de welvaart het hardst had toegeslagen. Ondanks de bijna betrouwbare wijze waarop het geld in waarde zakt, bezit Nederland een wagenpark van 4 miljoen auto's. Meer dan één per gezin. We leven in een maatschappij waarin iedereen onderdak is. En waar ieder de zaken door zijn eigen politieke bril kan bekijken. Maar natuurlijk zijn er ook heel wat individuen die alleen maar denken, Pekin, het is winter. Echte winters met Olympische buitenverwarming komen in Nederland niet voor. Zodat het bij de winterspelen in Oostenrijk hoofdzakelijk buitenlanders waren die in de prijzen vielen. Gelukkig beschikt Nederland over voldoende kunstskibanen om de hoop te rechtvaardigen dat we de volgende keer kunstiger van de grond zullen komen. Vanuit de lucht viel waar te nemen dat er nog steeds aan het Deltaplan wordt gewerkt. Nu door de voorgenomen afsluiting van de Oosterschelde met een pijlerdam die bijna twee keer zoveel zou kosten als het bedrag waarop oorspronkelijk het hele Deltaplan was begroot. De open dam betekent de redding voor de ten dode opgeschreven Zeeuwse mosselen die nu in leven zullen blijven tot ze worden gekookt. Behalve met leegvissen ging men ook door met het volslepen van de Noordzee met boereilanden om aan de zeebodem een zo groot mogelijke Europese olieproductie te ontlokken. Maar het leven is vol verrassingen. Een spontane oliespuiter verhief zich boven het Drentse plaatsje Schonebeek, dat grote moeite had om zijn naam terug te verdienen. En dan te bedenken dat het voor ons al zo moeilijk is om aan schoon schoonmaakwater te komen. Want zo schoon als het water van de Alpen komt gekabbeld, blijft het niet. Er wordt onderweg heel wat rommel in uitgestort. Als de Rijn ons land bereikt, is hij zo onrein dat we hem eerst moeten reinigen. Langzamerhand kan een kind begrijpen dat Europa met zijn water naar de dokter moet. Schoon of vuil, de Moerdijk was altijd nog een knelpunt in de verbinding tussen Noord en Zuid. In 1976 is er een begin gemaakt met de verbreding van de Moerdijkbrug, die in 1978 aan het verkeer een geriefelijke overtocht zal bieden, zodat tragische ongevallen als dat van Jan Willem Friso voorgoed tot de vaderlandse geschiedenis zullen behoren. De zeilvaardigheid van het Nederlandse volk is trouwens enorm toegenomen sinds de invoering van het windsurfen. Een sport die het midden houdt tussen skiën en zeilen en die daartussendoor soms wordt afgewisseld met zwemmen. Als binnensport kwam het sjoelen weer in zwang. En bij bowling kwamen de door het beeldbuis kijkende verslapte spieren weer los. En in Duitsland kwam een nieuw oud spel tot bloei. Mooi gedaan. Volgende doel. Het doel van het afbreken van een hele woonwijk in Amsterdam was de aanleg van de metro, waarvoor al een aantal ondergrondse stations min of meer gereed is. Met hier en daar zelfs een stukje heel kort traject. Maar bovengronds reed er dwars door een lint al een metrotrein van de Bijlmermeer naar de rand van de stad, die 50 jaar geleden al zulke moderne woningen bouwde dat veel mensen er graag zouden willen wonen. Als ze tenminste niet de voorkeur geven aan de nog modernere woonvormen die in 1976 uit de grond rezen. Maar de meest begeerde woning was toch het oude boerderijtje. Liefst niet al te ver van de superkruidenier. Het echte boerenland had te lijden onder een lange droge zomer. Maar ondanks de schrale oogst konden we leven in een speelse wereld waarin we nog altijd de buikriem niet hoefden aan te halen. Integendeel. Oké, jongens, probeer nou dus met dat buikgebied een enorme cirkel te maken. Draai zo groot mogelijk. En terwijl je nou draait, probeer je armen, je handen te bewegen en nou shake erbij. Dus bibber erbij. Bibber. Goed zo. Nou, ontspan. Laat het los. Laat het vlees echt drillen, jongens. Goed zo, Jeanette. Dat is het. Er werd een heleboel in ons wakker geschud doordat de justitie tegen een bewoner van een Blarikumse villa voldoende bezwarende feiten had verzameld om hem nog net op tijd te laten ontsnappen. Bij het zoeken naar de van vele oorlogsmisdaden beschuldigde verdachte bescheen de schijnwerper van de publiciteit heel wat figuren die er de voorkeur aan hadden gegeven in het donker te blijven. De ontknoping kwam onverwachts toen minister Van Acht kon berichten dat hij Menten in Zwitserland had laten arresteren. We kunnen de gebeurtenissen van 1976 niet afronden zonder iets te citeren uit de regeringsverklaring op grond van het rapport van de commissie van Drie over de rol van prins Bernhard in de Lockheed-affaire. Vervolgens heeft hij zich toegankelijk getoond voor onoorbare verlangens en aanbiedingen
van de kant van Lockheed. Het liep goed af. De prins beleed schuld en besloot zich in het uniform van huisvader te wijden aan het koninklijke familieleven. Een wijs besluit, want... Eerlijk de feiten onder ogen zien maakt niet zwakker, maar sterker. Wij wensen u voor 1977 veel sterkte. Op het Center Court van Wimbledon heeft voor het eerst in de tennisgeschiedenis een Nederlandse speelster in de enkelspelfinale gestaan. Het was Betty Steuven op de voorgrond, die tegen haar Engelse tegenstandster Virginia Wade met uitstekend spel de eerste set met 6-4 won. Betty kreeg het daarna moeilijk, want Ginny, die geruggesteund werd door een zeer chauvinistisch publiek, kwam steeds beter in haar spel en liep in de tweede set uit naar een voorsprong van 3-0, mede door een aantal onnodige missers van Betty Steuven. In uiterste concentratie speelde Virginia Wade verder. Maar het leek wel alsof Betty Steuven er zelf niet meer in geloofde. Zo aarzelend waren soms haar reacties. Toch kwam Betty in die tweede set nog terug tot 3-3. Maar de veel feller spelende Engelse rook haar kans en won de tweede set vervolgens met 6-3. Niet alleen voor de 32-jarige Betty, maar ook voor de 31-jarige Virginia was het de eerste enkelspelfinale in een lange tenniscarrière. In de derde beslissende set kon Betty Steuven bij een achterstand van 4-0 nog één game winnen. Maar direct daarna liep Virginia Wade door naar 6-1, waarmee zij de Wimbledon-titel 1977 op haar naam schreef. De 14.000 Engelsen in het tennisstadion vierden uitgelaten de overwinning van hun landgenoten, die het ereteken de gouden schaal uit handen van koningin Elisabeth ontving. Een teleurgestelde Betty Steuven zou een dag later ook nog in twee dubbelspelfinales als tweede eindigen. Contraction 1, handen op je schouder, op je heup. 2, lift op. 3, open. 4, rijd uit. 5. Kinderen van 4 jaar af kunnen in Amsterdam hun natuurlijke ritmegevoel ontwikkelen in de studio van Lee Jackson in de Pijp, waar moeders de vorderingen van hun kleintjes kunnen komen volgen. En hoog, naar rijk uit. Denk dat daar een mannetje is die je vastpakt. 2, 3, 4. Lee Jackson, die onder andere bij Sammy Davis heeft gedanst, geeft deze lessen al zo'n 15 jaar en ondervindt er veel belangstelling voor. 3, 4, met je plié. 2, 3. Behalve de kleinsten van 4 tot 6 jaar zijn er groepjes van 7 tot 10 en van 10 tot 13 jaar. 1, 2, 3, hand. 7, 8. 1, 2, 3, hand. Heup. 1, 2, 3, 4, 5. En tenslotte zijn er dan de tieners en de twins, die een zodanige opleiding krijgen dat ze soms als groep naar buiten kunnen optreden. Bijvoorbeeld als achtergronddansgroep bij een tv-uitzending. In deze naar de professie lonkende groep danst ook Lee Jacksons dochter Kitty, die tevens zangkwaliteiten heeft. Ze is een van de solisten van de popgroep Rockaway Boulevard, die mede via het tv-programma Disco Circus bezig is de song Boogie Man naar de top van de hitparade te brengen. Zo drukt Kitty Jackson de voetsporen van haar moeder Lee, die deze ontwikkeling met voldoening gadeslaat. Paarden ook in het Amsterdamse Vondelpark. Hier bereden door zo uit de oudheid opgedoken Amazonen, die daarmee hun onafhankelijkheid willen bewijzen in een door mannen geregeerde maatschappij. We zijn op het Vrouwenfestival. Het is georganiseerd verleden jaar voor het eerst door een stel vrouwen uit de vrouwenbeweging. Die er zeker van zijn dat er zo'n rijkdom is aan vrouwenactiviteiten, cabaret, toneel, muziek. Dat het best onderhand naar buiten gebracht kan worden. En dat dus met een festival jaarlijks. De 10.000 bezoekers hoorden op een van de podia onder meer de damesrockband Gerania.
Refrein van deze song, dit is mijn leven, ik geef het terug. Geef mij een nieuw en ik doe het over. Dit is mijn leven, ik geef het terug. Geef mij een nieuw, ik doe het over, over, over. Applaus was er ook voor het cabaret, dat verontwaardiging uitte over de manier waarop de mannenmaatschappij reageert op diverse problemen waarmee vrouwen geconfronteerd worden. Verkrachting! Ook kon men afreageren op de politici die een nieuwe abortuswetgeving lieten stranden. Toch was het niet alleen maar een vrijblijvend feest. Er werd ook over allerlei zaken die vrouwen aangaan uitvoerig informatie verstrekt. Behalve de kamermuziekgroep Het Uitstrijkje trad in het Vondelpark ook dit tweetal op onder de naam The Shit Sisters. Gezien de belangstelling wacht het Vrouwenfestival een grote toekomst. Voor de toekomst stellen we ons voor dat er dit jaar één dagfestival is, volgend jaar twee dagen festival. In 365 jaar bereiken we dus een doorlopend festival. De Engelse ambassadeur in Den Haag reikte kort geleden aan de Limburgse popgroep Pussycat namens de stichting Konamus de Exportprijs 1976 uit. De groep kreeg deze prijs voor haar grote verkopen in het buitenland. Dat de ambassadeur deze onderscheiding overhandigde kwam omdat Pussycat als eerste Nederlandse popgroep de hoogste plaats op de Engelse hitparade bereikte. En wel met Mississippi. Het eerste plaatje dat in 1975 van de toen nog amateurgroep op de markt kwam. En dat het alleen als single tot een verkoop van maar liefst 3 miljoen exemplaren bracht. Allicht dat ze inmiddels professionals zijn geworden. Smile, het nieuwste nummer van de groep, is inmiddels in vele landen snel op weg naar de hoogste regionen van de hitparade. Evenals de Fransen houden ook de Nederlandse modeontwerpers in deze tijd hun presentaties van de zomermode zoals zij die zien. En de topmannequins verwisselen in deze tijd haast even vaak van kleedkamer als van kleding. Frank Govers ontleende veel van zijn ideeën aan reisfolders en vakantiefoto's. Mijn zomercollectie is geïnspireerd op diverse drachten uit diverse landen. De kleuren zijn zeer on-Nederlands, wat mijn sterke kracht is veilig. Om dus diverse kleuren waar iedereen toch wel van schrikt om die harmonisch bij elkaar te brengen. En ook de stofkeuze, dus zijde voor overdag en de katoenstof voor 's avonds, lijkt me een hele on-Nederlandse combinatie van stofkeuze. In deze kledingstukken, waarvan de prijzen variëren van 300 tot 1200 gulden, zijn veel Oosterse en Spaanse elementen verwerkt. Het zijn niet de geëigende modellen voor de modale huisvrouw. Toch ontwerpt Frank Govers ook veel voor de confectieindustrie, die daardoor ook voor de smallere beurs een vleugje haute couture kan brengen. Maar een paar keer per jaar gaat Govers ongeremd zijn gang, zonder te hoeven denken aan wat hij noemt de industriële mode.
Maar wat ik nu laat zien, dat heeft er weinig mee te maken. Dat is gewoon een extra iets gewoon wat ik zelf interessant en leuk vind om te doen. En dat is ook interessant en leuk om naar te kijken. Een witte auto rijdt het voorplein op van het Zeisterslot. Het is een kostbare auto en het is een beroemde Nederlander die zich hiermee verplaatst. De voornamelijk in het buitenland werkende kunstenaar Karel Appel, van wiens werk in dit slot tot 11 september een overzichtstentoonstelling wordt gehouden. Op de expositie zijn vrijwel alle in de loop der jaren door Appel toegepaste technieken vertegenwoordigd. Karel Appel, van wie velen niet meer weten dan dat hij ooit gezegd zou hebben, ik rotzooi maar wat aan, vertelt zelf over zijn werk. Hier sta ik dus voor een, dat is geen schilderij, dat is een krijttekening. Met kleurkrijt, vetkrijt, dat is uit 1949 heb ik dat gemaakt. En dat is uit die periode vragende kinderen. Dat was in die tijd schilderde ik altijd vragende kinderen. Maar hier zie je dus ook kinderen met dieren. Op een kinderlijke, eenvoudige manier heb ik dat getekend. Maar wel een goede compositie uitbedacht. Zo, dan staan we hier voor, dus voor een schilderij, dat hebben we gemaakt in 1954, een rode man draagt blauwe hoofden weg het land in. Nou, hier een verandering van techniek, dat was dus in Parijs. Zo 1954 begon ik heel dik in de verf te schilderen. Niet om dik te schilderen, maar omdat het is een tragische periode eigenlijk. Het is heel dik en doorwerkt in de olieverf. Dat is echt een olieverftechniek. Waar ik heel rijk steeds over elkaar schilder om een rijker, diepe materie te krijgen. En dat zie je dus hier. Dat zie je in al deze olieverfdoeken. Die allemaal na het 54 ontstaan zijn. Dan zie je ook een heel duidelijk verschil. En dat gaat door tot nu. Het is tragisch, het is angstig, het is alles. Dus een, je kan zeggen, er zit een clowneske expressie soms in die doeken van mij, in de koppen. Ja, ik maak ook altijd plastieken. Ik maak, dit is een brons afgietsel van een vogeltje. Dat deed ik in 1950. Later heb ik dus plastieken gemaakt van gips, van hout, van ijzer maak ik nu. Dus ik maak ook enorm veel plastieken, ook ceramiekplastieken, die staan hier op de tentoonstelling. Ik ben nu weer heel anders bezig. Ik schilder nu allemaal landschappelijke gezichten. Ik lees het gezicht als een landschap af. Het landschap als een gezicht. Ja, dat zijn silkscreens, dat is zeefdrukken. Dat is de oudste drukkunst in de wereld. Maar nu kunnen ook 100 mensen zo'n album kopen, dat is het. Het goede van een handdruk, die kunnen dat ophangen, thuis ermee leven en dat is de bedoeling eigenlijk. Hink, stap, sprong. Daarmee begaf de mensheid van 1977 zich op weg naar een betere wereld. Helaas werden we in ons streven naar het hogere vaak door de zwaartekracht naar het lagere getrokken. We raakten in een stroomversnelling en mochten blij zijn als we er ons op eigen kracht tegenop konden werken. In dit geval werd de kracht geleverd door een 40cc motor die het waterskiën in het bereik bracht van de individuele watersportliefhebber. Het ludieke gebruik van motoren wees erop dat we de energiecrisis overwonnen hadden. Dat was punt 1. En met een economische crisis scheen het ook nogal los te lopen. Ook leken we voorlopig over genoeg veilige ouderwetse brandstof te beschikken om geen behoefte te hebben aan gevaarlijke atoomcentrales, zoals die in het Duitse Kalkar. Daar protesteerden 10.000 voor een deel al slecht uitziende Nederlanders tegen de kerncentrale die dichter bij de Nederlandse grens staat dan onze kerncentrale bij de Duitse grens. Ook een andere grens werd overschreden. De grens van het geduld om de verlegging van de loongrens. Wat hier vandaag gebeurt, is een massale uiting van solidariteit. Op vele plaatsen in het land werden onder leiding van een stuurgroep, die in dit verband beter een in de war stuurgroep kon worden genoemd, stakingsacties gehouden. Waarbij de vrijgekomen tijd vaak gevuld werd met levendige discussies. Ja, we staken er allemaal toch meedoen. En nog wel zijn er alle dag inlopen te leveren.
Waar word je dan wijzer? Waar word je er niet wijzer van? Eén keer plaats, dan bal. De scheepvaart die wil een kort geding aanspannen tegen de mond. En daar zijn ze bang van. Juist. En zo is het. Nadat de gemoederen tot het uiterste verhit waren, wonnen de stakers tenslotte het pleit. Ondanks, of dankzij, de door de rechter bevolen afkoelingsperiode. Vooral in de Verenigde Staten nam de afkoeling ernstige vormen aan. Zelfs de citroenen in de zuidelijke staten bevroren. In datzelfde zuiden was een man opgestaan die het hoofd koel genoeg hield om te begrijpen dat nog niet alles verloren was, zolang de pinda's niet bevroren. President Carter toonde de wereld een glimlach die toereikend was om zelfs de Niagara te ontdooien. En zo erg veel te lachen was er toch niet. De treinkaping bij de Punt had bijna 3 weken geduurd toen de regering tot de conclusie kwam dat geweld het enige argument was dat er een eind aan kon maken. Het kostte de levens van 2 gegijzelden en 6 kapers. En dan was het nog een geluk dat de kinderen van de school in Bovensmilde al eerder waren vrijgelaten en dat daar geen slachtoffers vielen. Het jaar 1977 was trouwens vol akelige gebeurtenissen. Van een hotelbrand in de Amsterdamse Kalverstraat met 31 slachtoffers onder de gasten, tot een botsing op de grond van 2 reusachtige passagiersvliegtuigen op het vliegveld van Tenerife, waarbij bijna 600 mensen om het leven kwamen. Het is te begrijpen dat een ramp waarbij zoveel landgenoten betrokken waren meer indruk maakte dan de natuurramp die in India 10.000 mensenlevens kostte en die de overlevenden in grote ellende achterliet. En dan waren er nog de rampen die mensen elkaar moedwillig aandeden, zoals de al jaren voortdurende strijd in Noord-Ierland. In Libanon, waar de hoofdstad Beirut na 1,5 jaar burgeroorlog met 60.000 doden in een puinhoop was veranderd, kon Nederland tenminste iets nuttigs doen door een aantal oorlogsinvaliden van kunstledematen te voorzien en ze te helpen met hun revalidatie. Voor de meesten was het een moeizame weg terug naar een enigszins normaal bestaan. Maar elke vooruitgang betekende een klein hinkstapje naar een vrediger wereld. Een sprong vooruit scheen er opeens te worden gemaakt toen de Egyptische president Sadat als bij donderslag uit de heldere lucht kwam gedaald om in Israël te komen praten over vrede in het Midden-Oosten. De ontvangst was zo hartelijk dat het erop leek of het in Israël voor het eerst sinds de oorlog van Grote Verzoendag weer Grote Verzoendag was. Heel eensgezind klonken in Nederland de verkiezingsleuzen van de Grote Drie. Dat het behoud van bestaande werkgelegenheid en het maken van nieuwe een opdracht is van de allereerste orde voor de komende jaren. Het volgende punt is dat we de plicht hebben in dit land te zorgen voor een toekomst voor de mensen die zonder steun van anderen er niet kunnen komen, dat we de plicht hebben hun positie veilig te stellen. Dat is waar minder te verdelen valt, zal dat weinige ook rechtvaardiger verdeeld moeten worden. Ondanks deze overeenstemming moest de gedachte dat er zomaar een kabinet te vormen viel met een schepje zout worden genomen. Het ene ogenblik leek het erop alsof tussen PvdA en CDA het ijs gebroken was. Maar juist als we dachten, waar blijven we met al dat gebroken ijs, liep de zaak weer hopeloos vast. Of hopeloos natuurlijk niet, want telkens kwam de formatie weer op gang. En als het allemaal goed liep, ontstonden er weer allerlei botsingen. Met bovenmenselijke krachtsinspanning werden pogingen ondernomen om de zaak te fixen. Wie had dat nou bij zo'n verkiezingsuitslag gedacht, dat er zoveel haken en ogen aan zouden zitten? Oei, die maakt me daar even een smak. Oh, gelukkig. Wat wordt het nou? Een linkskabinet of een rechts? Het werd een wedloop met de tijd om het nog voor het nieuwe jaar voor elkaar te krijgen. Maar jawel hoor, tenslotte kwam er toch nog een informateur van grote klasse opdraven die het in de kortste keren voor elkaar wist te schoppen met een kabinet
dat klonk als een orgel. Bijna te 12 uren was het er toch nog gekomen. Een kabinet van CDA en VVD met 2 stemmen meerderheid in de Kamer. En bovendien terzijde een groepje rechtse steunpilaren. Alleen een paar ingebouwde loyalisten zouden voor een wanklank kunnen zorgen. Als dat niet gebeurt, gaan we een jaar vol harmonie tegemoet. Leden van de Staten-Generaal, regering en volksvertegenwoordiging staan voor ingrijpende beslissingen op economisch en sociaal gebied. Deze kunnen geen uitstel meer lijden. De werkloosheid heeft heel veel mensen getroffen. Hun aantal dreigt nog groter te worden. Deze woorden uit de troonrede zijn van een benauwende actualiteit. Nu opnieuw veel jongeren zo van school de weg moesten inslaan naar de sociale dienst voor een uitkering. Maar ze willen wel werken. En ze zijn dan ook geregelde bezoekers van de arbeidsbureaus, waar ze de kaartsystemen doorsnuffelen op zoek naar een baan. 40-45% van het werkloosheidsbestand bestaat uit jeugdigen tussen 15 en 23 jaar. In een gemeente als Eindhoven wordt veel gedaan om deze jongeren te helpen. Zo wordt hier nauwgezet uitvoering gegeven aan een regeling van het ministerie van Sociale Zaken die het mogelijk maakt jonge uitkeringstrekkers te laten werken aan zogenaamde welzijnsaccommodaties. Blijven die kronen nou weer staan? Het gaat hier om werkloze bouwvakkers die zijn opgenomen in een onderhoudsteam en die nu onder leiding van eveneens werkloze uitvoerders in tijdelijke dienst van een particuliere aannemer herstelwerk verrichten aan bijvoorbeeld gemeentelijke buurtgebouwen en sociëteiten. In plaats van een uitkering krijgen ze voor dit werk een normaal loon. Er zijn nog andere voordelen. Ze blijven op deze wijze in hun vak werkzaam. En bovendien wordt 1 dag van de 5-daagse werkweek zonder inhouding van loon besteed aan vaktechnische bijscholing. Ook andere werklozen kunnen via deze regeling voor welzijnsactiviteiten worden ingeschakeld. In Eindhoven troffen we deze sportleraar, die nu voor de jeugd op vele van zijn vakgebieden actief is. Recht vooruit blijven kijken, anders ga je al draaien. Een aantal werkloze onderwijzers is in de gemeentelijke archieven bezig met het verzamelen van gegevens voor een herdenkingsboek ter gelegenheid van het aanstaande 700-jarig bestaan van Eindhoven. Eén van hen zegt over de zogenaamde interimregeling. De interimregeling vind ik een redelijk goede oplossing voor iemand die tijdelijk zonder werk zit. Je hebt dan de kans om wat werkervaring op te doen. Je komt in een sfeer waarbij je dus gebonden bent aan bepaalde regels. Je hebt natuurlijk te maken met een hele nieuwe werksituatie als je van een school of academie komt. En je hebt natuurlijk altijd nog de mogelijkheid dat het een voordeel is voor je latere werk, wanneer je deze ervaring hebt opgedaan. Met zijn oplossing voor de jeugdwerkloosheid zit hij dicht bij sommige plannen van de vakbonden. Vele jongeren die zitten te springen om werk. En aan de andere kant zien we vele mensen die al 30, 40 jaar werkzaam zijn, die graag een beetje eerder met pensioen zouden willen gaan. En nou zou het natuurlijk goed zijn om de jongeren die nu zitten te wachten op werk ook een kans te geven. Dringen voor punk of new wave is ook in Nederland niet ongewoon meer. Zoals bleek in Arnhem bij het optreden van de New Yorkse formatie Blondie. De rage voor deze op rock and roll voortbordurende muziek en alles daaromheen heeft in de hoofdstad geleid tot de vestiging van een punkwinkel die over gebrek aan belangstelling niet te klagen heeft. De cliëntele, die de symbolen van de rage zowel in kleding als uiterlijk uitbundig etaleert, vindt in deze winkel alles waarvoor ze belangstelling heeft. Punk ontstond in de sloppen van de Engelse grote steden. Jongeren verzetten zich tegen hun sociale achterstand met een agressief geluid op eigengemaakte instrumenten, zonder veel techniek of muzikaliteit. De soortgelijke ontwikkeling die omstreeks dezelfde tijd in Amerika op gang kwam, bezit deze belangrijke elementen wel, zoals de groep Blondie bewijst.
Het Jordaanfestival in Amsterdam legt weer eens de nadruk op het behoud van het eigen karakter van deze buurt, waaraan vooral de ouderen zo verknocht zijn. En daarom, stel je voor, ze sturen je naar Osdorp of naar de Bijlmer. Maar nee, dat moet niet. Ik blijf hier tot ik dood ben. Ga je weg. Je wil hier ook afgedragen worden. Ja, natuurlijk, helemaal. Ga je zien? Nou. Ik zie, ga je vanavond naar de Palm? Ga je feest vieren met ze? Ga je feest vieren? Ga je zien? Feest vieren vanavond. Ik vind het hartstikke leuk spionnen. Dat ik een hele linde graag kan zien, dan vind ik het leuk. En dan denk ik ook, als hij op straat of zij gaat de trap of een ander, denk ik, kijk ik even. Er wonen hier nog Jordanezen genoeg hoor. Jezus, zat. Wat er nou komt, ja, die houden niet van gordijntjes. Als je mooie gordijntjes, ik krijg rustig in die Jordanees mond. Geloof je mij? Je hebt mensen die kunnen geen sfeer maken met niks. Wij kunnen met niks nog wat maken. Ze kunnen mij trakteren op een beeldje. Mooier als een persoon. Sommigen zeggen, dat bedoel ik. Begrijp je? Tante Mijntje heeft haar hele leven van 78 jaar in de Jordaan gewoond. En ook nu er veel verandert, blijft ze trouw aan deze buurt met zijn soms merkwaardig gevoel voor humor. Zo is er een rijwielhandel waar geen fietsen tegen de ramen mogen staan. Een oude zaak. 38 jaar, de zaak. Zij plakken banden en ik gooi die banden erop. En dan pompen ze weer op en is je klaar. Veel van die kleine buurtwinkels zijn er niet meer. En er is nog veel meer verloren gegaan. Is verdwenen, die buurt heeft afgedaan, die buurt waar mijn ouderlijk huis heeft gestaan. Het is mijn buurt niet meer, het is voorbij, alleen een groot sentiment is die buurt voor mij. Maar er wordt toch ook veel gedaan om de buurt in stand te houden. Op verschillende plaatsen hebben kostbare restauraties plaatsgevonden. Hier en daar, waar restauratie niet mogelijk was, zijn nieuwe huizen gebouwd. Waarmee overigens het straatbeeld aanzienlijk is veranderd. Zijn aan de ene kant veel kleine winkels verdwenen, andere boutique-achtige zaken zijn ervoor in de plaats gekomen. Zij geven een nieuwe intimiteit aan de oude en veel bezongen Jordaan. Naast de bestaande grammofoonplaat zal over enkele jaren ook een beeldplaat verkrijgbaar zijn. De daarop aangebrachte beeld- en geluidsinformatie kan via een afspeelapparaat naar elk normaal tv-toestel worden doorgezonden. De beeldplaat, van doorzichtig plastic, bedekt met een reflecterende laag, draait met een snelheid van 1500 toeren per minuut. Terwijl onder de plaat een laserstraal, die door spiegels en prisma's wordt omgebogen en gericht, de informatie aftast. Die informatie is opgeslagen in minuscule putjes die hier vergroot zijn weergegeven. De beeldplaat heeft aan iedere zijde een speelduur van minimaal 30 minuten. Het beeld kan op elke gewenste plaats worden stilgezet en naar believen weer op gang worden gebracht. Op de plaat kunnen bijvoorbeeld voor onderwijsdoeleinden honderden dia's worden vastgelegd, die vertoond kunnen worden zo lang als men wil en die ook genummerd kunnen worden, wat het opzoeken vergemakkelijkt. Wie straks een plaat koopt met bijvoorbeeld een sportevenement erop, kan het spel tot in details ontleden. Ook is het mogelijk om het beeld zowel voor als achteruit vertraagd weer te geven en van die slow motion zelf de snelheid te bepalen. De beeldplaat, die in Nederland waarschijnlijk in de jaren 80 geïntroduceerd zal worden, is een bijzondere uitvinding, vol ongekende mogelijkheden. Dat was in geen jaren meer gebeurd. Een bomvolle Rotterdamse Kuip.
Maar de belangstelling van meer dan 50.000 aanwezigen gold niet Feyenoord, maar het fenomeen Bob Dylan, gitarist, zanger en trendsetter in de jaren 60. Het gebeuren had dan ook iets weg van een reunie. Een massaal gezellig samen zijn met tot gedegen burgermensen gegroeide hippies van weleer, nog eenmaal in het spijkerpak, en ook met jongeren die wel eens wilden zien voor wie een iets oudere generatie vroeger warm liep. Het was de eerste maal dat Bob Dylan in ons land optrad als onderdeel van een grote Europese tournee die de gemotiveerde artiest geen windeieren legt. En naar verluidt heeft hij die miljoenen hard nodig om een filmflop op te vangen en een fikse alimentatie. Slagregen, ambtenarenstaking bij het openbaar vervoer, zure gezichten voor wie alleen het woord voetbal als muziek in de oren klinkt, een verdwaalde punk, maar de sfeer was niet stuk te krijgen. Feyenoord, een geslaagde wissel van sportstadion naar popstation. In Amsterdam zijn in Theater Carré de artiesten neergestreken van de in New York zeer populaire musical Bubbling Brown Sugar, die zich afspeelt in de negerwijk Harlem. In deze musical wordt een blank stel meegenomen naar het Harlem uit de periode van 1910 tot 1940. En het wordt al spoedig opgenomen in de sfeer die in die jaren vooral tot uiting kwam in de vele clubs, waarin dansen als de Charleston bijzonder in zwang waren. Beroemd was de Savoy Club, toen de modernste zwarte danshal. Ster van de show is Vivian Reid, die we hier horen in Sweet Georgia Brown. Na afloop van de voorstellingen in Nederland zal deze wervelende show gedurende een jaar te zien zijn in Parijs. ...1978 was een jaar waarin er voor heel wat mensen heel wat zwaaide. Voor minister-president Van Acht zwaaide hoofdzakelijk het vendel van het Sint-Lucia-gilde uit Steensel. En de minister zwaaide het op de hem eigen elegante wijze terug. Dat het zwaaien in de lucht zat, bleek uit de terugkeer van de rock'n'roll. Op hoog niveau zwaaide er ook iets voor een politicus die jarenlang in een rechte lijn naar de top was gewandeld, maar die door het verzwijgen van enkele vroegere kronkelwegen ten val werd gebracht. Ach, veel van het regeringsbeleid zou zich nog hebben voltrokken in de sfeer van het vendelzwaaien en het koningsvogelschieten als het niet weer eens ernst was geworden. In het provinciehuis in Assen werd de gijzelingsactie met geweld beëindigd. 2 doden, 71 overlevenden. Het gebeurde zo snel dat de bevrijde gijzelaars volgens de regering niet voldoende leed hadden ondervonden om in aanmerking te komen voor smartengeld. Misschien was het leed in India daar langdurig genoeg voor. Aan de ene kant werd het land geteisterd door aanhoudende droogte, waardoor bij gebrek aan gras zelfs dakbedekking aan het vee werd opgevoerd. Aan de andere kant waren er tegelijkertijd overstromingen, waardoor duizenden mensen om het leven kwamen en 2 miljoen moesten vluchten. Het Vredespaleis in Den Haag bestond 65 jaar. Maar in 1978 werd het uitgebreid met een nieuw gedeelte als werkruimte voor de rechters.
en misschien ook in de hoop dat de vrede er zich eindelijk definitief zou vestigen. Als er iemand was die eigenlijk bij al zijn prijzen ook een prijs voor de vrede verdiende, was het de dit jaar overleden Charles Chaplin. Want zolang de mensen lachen, vechten ze niet. Johan Cruijff hield op met voetballen toen hij nog aan de top stond. Zijn opvolger kan hier zien hoe je daar komt. Het is duidelijk dat iemand die tot zulke prestaties kan komen over betere zintuigen moet beschikken dan zijn tegenstanders. Nou ja, de luxe van een Cruijff konden we ons in Nederland al lang niet meer veroorloven. Maar een wereldkampioenschap leek er toch wel in te zitten. Helaas. De kampioensploeg van Nederland, of van Volendam zoals ze in Argentinië dachten, bereikte na een betwiste deelname aan de wereldkampioenschappen in de finale een onbetwiste nederlaag. We hebben al zoveel vertraagde herhalingen gezien dat het beter lijkt deze herhaling versneld te geven. Kempes 1-0. Nanninga 1-1. Kempes 2-1. En Bertoni 3-1. Er bleef niet veel anders over dan de bal maar beschikbaar te stellen voor de oprichting van een nieuwe oranje ploeg. Gelukkig kwamen er heel wat individuele sporten binnen het bereik van velen. Het was de schaatsplank die na 15 jaar succes in Amerika nu pas Nederland op zijn kop zette. Je moet er bij voorkeur een helm voor hebben en kniebeschermers en elleboogbeschermers, samen voor ongeveer 300 gulden. Geen kleinigheid, maar één dag ziekenhuis kost ook een hele smak. De zeilwagen van Simon Stevin uit de 17e eeuw kwam in de 20e eeuw binnen het bereik van iedereen die er zo'n 1500 gulden voor op de plank had liggen. Natuurlijk niet op de plank waarop hij moest proberen zichzelf overeind te houden. Gratis was het kabelwaterskiën voor iedereen die eerst een kaartje had gekocht voor de Beekse Bergen. Zodat de noodzaak om een speedboot of kennissen met een speedboot te hebben verviel. En nog een sport die een hoge vlucht nam. Met de oprichting van zeilvliegscholen is ons in Nederland na eeuwen pas duidelijk geworden waar die westenwind voor dient die ons vroeger bij strandwandelingen zo stoorde. Dat de mens een speelbeest is, bleek bij de manifestatie Techniek in Vrije Tijd. Hij kon zelfs radiografisch sleepboothulp verlenen aan een in brand geraakte tanker, die daarbij ook nog zo vriendelijk was om doormidden te breken. Dat doormiddenbreken gebeurde ook met een echte tanker voor de Bretonse kust. En hier hielp er geen lieve sleepboot aan. Een stroom smurrie spoedde zich naar de maar moeilijk schoon te krijgen stranden. Geen schoner schip dan het jacht dat voor 35 miljoen gulden op een Nederlandse werf werd gebouwd voor koning Khaled van Saoedi-Arabië. Een van de vele attracties is het zwembad met raampjes die de koning in staat stellen vanuit zijn salon in visueel contact te blijven met zijn gasten. Hoi! Mochten deze beelden de koning te veel aangrijpen, dan is er aan boord een apparatuur voor de behandeling van hartklachten. En verder is er een echte operatiekamer voor als het nodig mocht zijn. Want gezondheid is voor 35 miljoen niet te koop. In Saoedi-Arabië zelf is intussen ook een grote operatie aan de gang. Het land wordt uit alle macht bewerkt. En onder deskundige leiding wordt daar met moderne machines, dankzij de opbrengst van de kostbare olie, het kostbare water uit de grond gehaald. Als een appeltje voor de dorst. Want als de olie ooit opraakt, kan het land zijn eigen boontjes verbouwen. En ze nog doppen ook. China schijnt over nog veel grotere voorraden olie te beschikken dan het hele Arabische schiereiland. Zodat op het strak gespannen koord van de energievoorziening de Russen een enigszins geïsoleerde positie beginnen in te nemen. En Amerika, dat al flink op zijn ruimtevaart heeft bezuinigd, raakt economisch enigszins de tel kwijt. 5, 4, 3, 1, 0. Nadat de dollar al enige tijd een nogal onbestendige koers te zien had gegeven, maakte hij in 1978 opeens een flinke duik die met verenigde Europese krachten moest worden afgeremd. Op dit niveau kon de Amerikaanse auto concurreren met onze Europese karretjes. Daarvan gingen er dit jaar niet minder dan 250.000 in de wrakkenpletter, die elke dag gehaktdag hield. 250.000, maar het hielp niet. Er kwamen er 2 keer zoveel bij. Hoogbouw in het gevangeniswezen. De nieuwe Bijlmer Baaijes biedt aan gedetineerden een bijna comfortabele gelegenheid om na te denken over de vraag hoe je tot 15 jaar veroordeeld kunt worden en toch vrij rondlopen. Buiten op straat was er een revolutionair schouwspel te zien. Uit protest tegen de bezuinigingsplannen werden ambtenaren ongehoorzaam aan hun hoge bazen.
De regering kwam daarmee in de positie van een leeuwentemmer wiens leeuw hem rauw lust. Met de bibber nog in de benen gaan regering en volk een nieuw jaar in. Wat er ook zal zwaaien, de Nederlandse mannen zullen een goed partijtje meeblazen. En wat er ook zal zwaaien, de Nederlandse vrouwen zullen in het nationale samenspel een eigen geluid laten horen. De ontwikkeling van telraam via rekenlineaal en rekenmachine naar de computer is te zien op de tentoonstelling Mens en Computer in het Museum voor het Onderwijs in Den Haag. Hier worden onder andere leerlingen van scholen vertrouwd gemaakt met de werking van deze elektronische apparatuur die uit het moderne leven niet meer is weg te denken. Ook de veelbesproken chip is er te zien, de microcomputer die in allerlei apparaten kan worden ingebouwd en waarmee de automatisering in de industrie bijvoorbeeld aanzienlijk kan worden versneld. Men zegt dat de chip ons leven ingrijpend zal wijzigen en wellicht de werkeloosheid zal doen toenemen. Feit is in ieder geval dat dit kleine apparaatje precies zoveel mogelijkheden bezit als vroeger deze totale apparatuur. Op de tentoonstelling leren kinderen van het basisonderwijs met behulp van een groot model van een speelgoedcomputer hoe zo'n apparaat een programma afwerkt. Ook wordt er gedemonstreerd met een kleine computer waarmee de juiste spelling van een woord gecontroleerd kan worden. De computer noemt iedere aangeslagen letter en geeft aan of het woord goed of fout is gespeld. De jonge bezoekers kunnen ook met echte computers oefenen, waardoor ze de betekenis leren van de invoer van gegevens, de verwerking ervan en de uitvoer. Die uitvoer gebeurt vaak via een zogenaamde regeldrukker. Op een speelse manier wordt de betrokkenheid van de computer bij de ruimtevaart verduidelijkt. De kinderen kunnen zelf een maanlanding nabootsen. En een foute landing wordt op het scherm direct gesignaleerd. De samenstellende delen van een computer zijn schematisch weergegeven. En de kinderen laten zich niet de kans ontgaan om een blik te werpen in het magnetische geheugen. Uiteraard worden ook zogenaamde printplaten getoond, waarin en waarop de onderdelen van de computer bevestigd zijn. En het is zo'n printplaat die men herkent in de lesruimte van deze boeiende expositie over mens en computer. In het Overijsselse Blokzeil, waar een restaurant voor één dag hun naam kreeg, is op de Nederlandse popgroep Kajak een ware regen van gouden en platina platen neergedaald. En dat alles voor de verkoop van respectievelijk 50.000 en 100.000 van hun laatste LP, Phantom of the Night. Schitterende platen voor een groep die het niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland helemaal aan het maken is. Onder andere met het nummer Ruthless Queen. Lapped in luxury, I cried for the moon, but the game is out, it already too soon. Leadzanger Edward Rekers, nu met de groep in Starlight Dancer. Starlight Dancer, Starlight Dancer. Blokzeil, enthousiast over de komst en de opkomst van Kajak, wilde zich ook even laten horen.
Voor Kajak is na 7 jaar nu eindelijk het grote succes gekomen. In de Rotterdamse Ahoyhal genoten duizenden van de beroemde Crystal Gale tijdens een door de TROS georganiseerd Country and Western Festival. Groot in dit genre is ook Marty Robbins, bekend van songs als Devil Woman en El Paso. Nighttime would find in Rose's cantina, music would play and Felina would whirl. Blacker than night were the eyes of Felina, wicked and evil while casting a spell. In dit internationale festival was ook plaats ingeruimd voor Conway Twitty en zijn snelle gitaar. Rolling in my sweet baby's arm, rolling in my sweet baby's arm, laying around the shack till the mail train come back. Rolling in my sweet baby, some more than angel. And now, the first lady of country music, Tammy Wynette. But now I'm found, was blind, but now I see. Tammy is nu al bezig haar 12-jarig dochtertje te pushen. Maar je hoort bitter weinig van country en nog minder van music. Maar ondanks dit wat premature optreden kwamen de liefhebbers op dit festival best aan hun trekken. De acteur Rijk de Gooier heeft in deze dagen gemakkelijk toegang tot de transportmiddelen van de politie, nu hij de rol speelt van adjudant Grijpstra in de nieuwe Nederlandse film Grijpstra en de Gier. En hij was best bereid om 3 Nederlandse meisjes die dagelijks paraderen in de top 10 lijsten van de popwereld te omhelzen. Want dat gebeurt een politieman ook niet elke dag. Ze kregen bovendien gouden en platina platen voor de verkoop van Trojan Horse in Nederland en in Duitsland. En met hun nieuwste plaat Casanova gaat het dezelfde kant op. Want die is van de hitparade ook al niet meer weg te branden. Als ambtenaren van gemeentewerken palen verwijderen, als reclames aan het oog worden onttrokken en als zebrapaden onzichtbaar worden gemaakt, dan moet er iets aan de hand zijn. Het gebeurde allemaal ten behoeve van filmopnamen die in de bezettingstijd spelen. In 1944 om precies te zijn. En in een aantal scènes komt een trammetje voor dat in de oorlog tussen Leiden en Oegstgeest reed. In Rotterdam werd het geduwd of getrokken zoals regisseur Guido Pieters dat wilde. Cameraman Eddy van der Enden zag ergens iets rood glimmen, maar dat werd snel verholpen. Een bus vol figuranten werd aangevoerd die passagiers in de tram of voorbijgangers op straat zouden spelen. Allen waren gekleed in de grauwe kleren uit de oorlogsjaren. Na hun bezoek aan kapper en grimeur begon het lange wachten dat bij filmmaken zo vaak voorkomt. Buiten dronk Andrea Domburg koffie uit een plastic bekertje terwijl er om stilte werd gevraagd. Attentie. Mogelijk doodstilte alstublieft. En niet fotograferen tijdens deze opname.
Want dan moet hij daarvoor over. Ja. Mag ik doodse stilte alstublieft? 412, de zesde maal af. Kort Amerikaans wordt gemaakt naar het gelijknamige, sterk autobiografische boek van Jan Wolkers. En in de scène die hier wordt opgenomen, springt de hoofdpersoon, gespeeld door Dirk de Lind, op de tram waarin zijn moeder rijdt met een pannetje eten voor hem. Voor de film vond men een authentieke blauwe tram uit 1913 uit het bezit van de Tramwegstichting. Hoewel Kort Amerikaans in Leiden gesitueerd is, werden de opnamen gemaakt in Rotterdam omdat in Leiden geen rails meer liggen. Van de Jeep zal uiteraard niets te zien zijn in de film die begin oktober in de Nederlandse bioscopen in première gaat. Het was het kind dat in de hele 20e eeuw de eerste viool speelde. Maar in de jaren 70 was de solopartij overgegaan naar een wat hogere leeftijdsgroep. Van bijna de hele wereld kreeg door het damslaapverbod een gevoelige klap. Dat was diezelfde jeugd die zich keerde tegen alle geweld. In Vietnam, in Noord-Ierland, in het Midden-Oosten of waar ook ter wereld. Geweld maakte in ons land een einde aan een serie kapingen en gijzelingen door Zuid-Molukse jongeren. Ze wilden de aandacht vestigen op hun strijd voor een zelfstandige republiek. Ten koste van 14 doden kregen ze die aandacht en verder langdurige gevangenisstraffen. En buiten waaide de zomerwind in een paar verrukkelijk lange zomers die de gebruikelijke gezinsreizen naar het Middellandse zeegebied overbodig maakten. Maar de jaren 70 bevatten ook de strengste winter sinds automobilisten heugenis. Dat betekende natuurlijk niet dat alle schaatskampioenen al die tijd ingesneeuwd waren. Daar had je Art Schenk, drievoudig wereldkampioen. En toch altijd eenvoudig. En Theo Komen werd helemaal lyrisch van wereldkampioene Atje Keunen-Deelstra. Maar het kan, het is een vechtpartij geworden. Het is een knokpartij tussen twee dames, wat is dat heerlijk om te zien. En Atje gaat, Atje pakt er. Oh, Atje blijft op de been en ze blijft op de been. Oh, dat kan een seconde worden, 1.30.49. 1.30.49 om. En nu gaat het erom. 1.30.49 en ik wil die andere tijd zien. Ja! 1.31.73. Geweldig, geweldig. Wat een vechtpartij, wat een knokpartij. En wat was dat mooi. Ha, wat lekker. Een man genaamd Cruijff wist de club genaamd Ajax tot een ongekende hoogte op te stoten. Ajax kreeg de wereldcup en 3 miljoen gulden. Het bedrag waarvoor ze Cruijff als gastarbeider naar Spanje verkochten. Over geld gesproken. In mini geklede huisvrouwen graaiden een maximum aan levensmiddelen bijeen in een wedstrijd waarin ze de indruk wekten dat ze probeerden de prijsverhogingen voor te blijven. De menselijke loopcapaciteiten kwamen ook tot uiting in 10 x 4 is 40 vierdaagse dagen. Een volk dat zo grimmig voor zijn plezier loopt is gemakkelijk voor andere dingen aan het lopen te krijgen. Onder andere voor de verwijdering van abortus uit het wetboek van strafrecht en voor de verwijdering van kerncentrales uit Nederland. Dit naar aanleiding van het gebeurde in het Amerikaanse Harrisburg, waar zo'n ding bijna was gaan overkoken. Wat er in Harrisburg is gebeurd, dat kan niet. Hè? Dat er 50.000, 60.000 mensen op het punt stonden om zachtjes te gaan krimperen. De witkar was in Amsterdam al begonnen milieu- en energieproblemen op te lossen. En op een stil plekje was het voor het filmjournaal best zo te arrangeren
dat het leek of deze elektrische karretjes volledig in de plaats waren gekomen van de brandstofslurpende en milieubedervende automobielen. Maar die waren er overal nog volop. Oh kijk, weg waren ze. Dankzij de Arabieren die de oliekraan hadden dichtgedraaid. En dit is misschien een gelegenheid om erover na te denken dat het wegverkeer alleen in Nederland in 10 jaar meer dan 20.000 mensen het leven heeft gekost. Daar zijn ze weer, de auto's. Want de kraan ging weer open en de olie bleef stromen. Soms rechtstreeks uit lekgeslagen tankers die het hunne ertoe bijdroegen om het vasteland voor mens en dier zo onbewoonbaar mogelijk te maken. In die dagen dobberde op de Noordzee een schip dat opeens niet meer dobberde. Na deze stranding werd de populaire eterpiraat vrij spoedig erkend als een wettig kind van het Nederlandse omroepbestel. Het Koninkrijk der Nederlanden werd een rijksdeel armer, maar niemand scheen daar verdriet over te hebben. De Surinamers werden vrij om zelf te kiezen of ze in Suriname wilden blijven of in Nederland een toekomst wilden opbouwen. Voorzichtig, want je kunt je toekomst ook afbreken, zoals de bovenstaande heer Nixon bewees. Ondanks de onder zijn presidentschap verrichte maanreizen en zijn eigen diplomatieke reizen naar China en Rusland, wist hij met zijn linkerhand schandalen te ontketenen die hij met zijn rechterhand niet kon bezweren. Ontsierend voor het aanzien van Amerika was na Watergate ook het Lockheed steekpenningenschandaal, waarbij overal ter wereld heel wat hooggeplaatsten een steek lieten vallen. Nederland was intussen ijverig doorgegaan met zijn eigen watergaten dicht te gooien. Een kwart eeuw na de stormramp lag het bedreigde gebied knus en veilig achter de deltadijken. Knus en veilig, wij wel. Maar door de hele jaren 70 heen zijn letterlijk ontelbare mensen met achterlating van alles wat ze bezaten op de vlucht geweest naar een plek waar ze hoopten een nieuw leven te kunnen beginnen. En telkens kwamen ze ergens terecht waar het eind van de ellende nog niet in zicht was. Dit geldt uiteraard alleen voor de gelukkigen die niet waren verdronken, verhongerd of vermoord. De jaren 70 waren jaren van grote tegenstellingen tussen armoede en rijkdom, tussen ijdel machtsvertoon en reële pogingen om een oorlogsopleiding een vredesdoel te laten dienen. De troepen die in Nederland geoefend werden voor hun taak in Libanon, vondelingen die symbolisch zijn voor een heel volk dat hoger op wil. Alleen gaat het moeilijk. Maar we kunnen wonderen verrichten als we elkaar een zetje geven. En het landschap waarboven we ons dan verheffen ziet er altijd nog mooi genoeg uit om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.